Boxes? They're called telephones. I'm gonna let you on a little secret about these telephones.
are not going to dial themselves, okay? Without you, they're just worthless hunks of plastic. Like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. And in case you tell, it's a speech. My killers will not take no for an answer. My fucking warriors will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies! There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. Superficial or material, go get a job at fucking McDonald's, because that's where you fucking belong. But before you depart this room full of winners, I want you to take a good look at the person next to you. Go on. Because sometime in the not so distant future, you're going to be pulling up to a red light and you beat up old fucking pinup, and that person's going to be pulling up right in that brand new Porsche. Beautiful wife by their side who's got big voluptuous tits. And who are you gonna be sitting next to? Some disgusting wildebeest with 3 days of razor stubble crammed in next to in a carload full of groceries from the fucking Price Club. That's who you're gonna be sitting next to. So you listen to me and you listen well. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. Is your life evict you? Good. Pick up the phone and start dialing. Does your girlfriend think you're a fucking worthless loser? Good. Pick up the phone and start dialing. I want you to deal with your problems by becoming rich. All you have to do today is pick up that phone and speak the words that I have taught you. And I will make you richer than the most powerful CEO in the United States of fucking America. I want you to go out there and I want you to ram Steve Madden's stock down your clients' throats till they fucking choke on it. Yeah. Till they choke on it and they buy 100,000 shares. That's what I want you to do. Yeah. You be ferocious. You be relentless. Yeah. You be telephone fucking terrorist. Yeah. Now let's knock this motherfucker out. Dat was Leon Harvey Caprio in The Wolf of Wall Street. Een verhaal gebaseerd op een echt mens. Het is niet eens helemaal een karikatuur, want deze Wolf of Wall Street bestaat. Vandaag is hij alleen tot India gekomen nadat de FBI hem eerst in de gevangenis heeft gestopt. En is hij aan de zij van. Zijn verhaal is tegenwoordig van ethiek prospect, maar dat was wel eens anders. En het is niet voor niks dat we met Wolf of Wall Street beginnen vandaag, want dit is de vierde en laatste aflevering in de serie Geld en Geluk. We zijn 4 maanden geleden begonnen. En ik loop even heel snel door de volgorde, want we begonnen bij een aflevering die ging over hoe geld en geluk zich eigenlijk tot elkaar verhouden. Wat bleek was dat je 60.000 of 80.000 euro per jaar verdient, maar niet heel veel verschil meer voor hoe gelukkig je je voelt. Misschien kortstondig nadat je de salarisverhoging hebt gekregen. Daarna is het niet meer fundamenteel van invloed op ons welbevinden. En toch schreef het allemaal na, want heel veel mensen in de filmpjes die we voor die eerste aflevering interviewden, onder andere op de PC Hoogstraat, zeiden dat ze allemaal meer kochten dan ze de facto nodig hadden. En enkeling moest zelfs op de vraag, wat heeft u zojuist gekocht, nog even opnieuw in de boodschappentas kijken, om het snappen om weer te weten wat daar eigenlijk in zat. Ze waren het alweer vergeten. Dus gingen we in de tweede aflevering op waarom we zoveel consumeren en die ons daarbij helpen. Dat was een aflevering met marketinggoeroes,
reclamejongens die ons aan het einde van het verhaal, wat eigenlijk neerkwam op, we overconsumeren allemaal, manipulatie is overal, tot op het niveau van de looprichting in een supermarkt. Afhankelijk van of je op het zuidelijk of noordelijk halfrond woont, is de ene richting of de andere van meer effect op ons koopgedrag. En we komen allemaal met 25% tot 60% meer boodschappen thuis dan we van plan waren te gaan halen. Maar zijn ze, als je goed uitgerust, in je wilskracht, met heel veel tijd boodschappen doet, dan kun je je wapenen tegen die manipulaties. En dus dachten we in de derde aflevering staan we stil bij mensen die nauwelijks nog geld hebben. Die zijn het relatief, maar wel degelijk arm zijn. Want hoe zit het dan eigenlijk met wilskracht, met uitgerust zijn? Nou, dus de derde aflevering ging over armoede. En die schetste een vrij sober beeld waar complexiteit, net zo goed als eigen schuld, dikke bult, het adagium waar we vandaag vooral naar kijken als het gaat om armoede, dat complexiteit daar een even grote factor speelt. Namelijk mensen die verdwaald raken in de bureaucratie, die hen overspoelt op het moment dat er ook maar iets misgaat in hun leven in financieel opzicht. Wat alle verhalen met elkaar verknoopt is dat het systeem waarin we ook 6 jaar na aanvang van de financieel-economische crisis in hoge mate nog steeds geneigd zijn ons vertrouwen te leggen. Dat is namelijk het neoliberalisme of, om filosoof Hans Arnhem te citeren, de utopie van de vrije markt met als beroemde architecten onder andere de eerste Bush, mevrouw Thatcher, ze zijn nog springlevend. Ondanks de prijs die we daar vandaag weten we inmiddels voor betalen. Vanavond wordt het een moeilijke positie, want het onderwerp is zo breed dat we er nog een keer 10 afleveringen over zouden kunnen doorpraten. Dus ik hoop dat ik erin slaag om het enigszins af te baken. En als dat echt radicaal mislukt, grijpt u gerust in. We gaan eigenlijk 2 dingen doen. Voor de pauze praat ik met 2 gasten die hier nu vooraan zitten. Gaan we kijken welke crises spelen zich nu tegelijkertijd mondiaal af. Hoe hangen die crises samen met ons geloof in die neoliberale agenda of die utopie van de vrije markt? En na de pauze het perspectief dat ons hopelijk gaat leren dat er meer smaken zijn, ook al zijn wijsmakers geneigd te denken dat dat niet aan de orde is. Allereerst vraag ik op het podium met grote trots, want ik ben blij dat iedereen wil komen, heer Klaas van Egmond, hoogleraar geowetenschappen, gespecialiseerd in milieukunde, duurzaamheid, een van de initiatiefnemers van Sustainable Finance Lab, adviseur van Trios Doktak, SER kroonlid, we kunnen nog wel even doorgaan. Klaas van Egmond, welkom. Deze gast dan wel van Soes, de beide jullie kennen elkaar. Hij adviseur op het terrein van duurzaamheid, vraagstukken, schreef een zeer levenswaardig boek, De Twijfelbrigade, waarin hij onderzocht waarom we ons allemaal laten verleiden tot de gedachte dat de klimaatcrisis misschien niet aan de hand dan wel aanstaande is. Jan-Paul van Soest, welkom. Ja, en dan begin ik bij Klaas van Egmond, uw boek met genoegen gelezen ter voorbereiding van deze avond. En daar komt het woord waardepatroon regelmatig voorbij. Kunt u eens reflecteren op het waardepatroon van de Wolf of Wall Street? Ja, kijk, misschien een opmerking vooraf. Ik denk, dat is het idee van dat boek, is trouwens een oud idee, Aristoteles reeds, dat het alleen kunnen bestaan bij gratie van het evenwicht tussen fundamentele tegenstellingen. Is een mond vol, maar het komt erop neer dat wij als een dronken man door ons waardepatroon dreigen te slingeren. Dus de ene keer dan zitten we in het collectieve, het Oostblok, 1989, de muur. En dan valt de muur en dan rennen we allemaal naar de andere kant. Dus dat hele neoliberalisme van de jaren 90 is niks anders dan een puberale, jongensachtige, lekker de andere kant op rennen. Onder het motto, wij hebben gewonnen, ons systeem heeft gewonnen, Fukuyama. Oost-Europese toestanden willen we toch niet. En onder dat motto hebben we alles geprivatiseerd. En dan vallen we dus aan de andere kant van het schip overboord. Datzelfde geldt voor het geestelijk en het materiële. Wat wij dus nu hier zien, dat is dus het obsessief materiële, waarbij het individuele ik hebben spullen een obsessie is geworden, een psychose. En we worden geconfronteerd deze dagen met het omgekeerde, waarbij dus andere mensen in de wereld het precieze tegenbeeld hebben, namelijk het collectieve religieuze als obsessie, ISIS. En dat zijn dus eigenlijk
allebei vormen van hetzelfde. Wat je hier ziet, wat mij betreft in Wall Street, dat vinden we erg lang. Dat is het tegenbeeld van de ISIS-toestand en het is eigenlijk hetzelfde. Het is beide een uit evenwicht zijn, een obsessieve uit evenwicht zijn van menselijke waarden. En waar dat evenwicht dus verloren is, of je nou links of rechts uit de boot, verdrinken doe je toch? Jan-Paul van Soest, of Wall Street, schetst eigenlijk twee keuzes. Namelijk dat van het pak dat 2000 euro kost en het gouden horloge van $40,000... versus die kassamedewerker bij de McDonald's. Welke zou jij kiezen? Ik hoop dat ik de moed zou hebben om voor de kassamedewerker bij McDonald's te kiezen. Maar ik twijfel daar tegelijkertijd aan terwijl ik dat zeg. Omdat het buitengewoon lastig is om je aan die dwang van dat systeem wat hier in extreem is getoond wordt te onttrekken. Dus die verleidingen om juist in die race te stappen en je rijker te worden en even kortstondig als een klein heroïneshot te genieten van dat extra inkomen, waar inderdaad, waar je terecht op wees, dat onmiddellijk weer weglekt door wat dan de preferentiedrift heet. Maar dat mechanisme is zo sterk en zo krachtig dat het inderdaad ongelooflijk veel rust, stabiliteit, reflectie vergt om je daaraan te durven onttrekken. En je ziet dat eigenlijk in extreem is uitgebeeld in dit filmfragment. Maar je kan om je heen kijken en voortdurend dat waarnemen. Die verleiding is ongelooflijk groot. Schaal. Ja. Ik mag je zeggen, hebben we afgesproken. ik heb de neiging daar steeds weer mee op te houden, maar ik probeer het weer. Maar, ja. Wat je wil. Klaas, jij hebt over dat waardepatroon goed nagedacht, maar hoe verhoudt het eroderen van dat waardepatroon in jouw analyse zich nu tot dat neoliberalisme, dan wel die utopie van de vrije markt? Want die twee zijn natuurlijk met elkaar getrouwd. Ja, nou ja, dat neoliberalisme, dat zie ik dus, net wat ik net zei, als een reactie op het collectivisme. En ook dus het heeft te maken met de tijdgeest. Ik ben ervan overtuigd dat die dynamiek van die waarden ook heel voorspelbaar is. Je kunt bijvoorbeeld daaruit afleiden dat we dus nu zouden moeten gaan van die, we hebben onze buik vol van de staat, de kerk, grote eenwaarheidorganisaties die de waarheid in pacht hebben. We hebben onze buik vol van de wetenschap, die de waarheid in pacht dachten hebben. We hebben onze buik vol van de hele grote banken. En we gaan het nu allemaal zelf doen in onze gemeente. Transition towns, voor je eigen eten en voor je eigen voedsel zorgen. Dus dat zijn voorspelbare bewegingen. Die grote beweging naar dat neoliberalisme, en dat hoort bij onze gang vanuit de secularisatie, vanuit de geestelijke oriëntatie die we 1000 jaar hebben gehad, of nog langer, 1400 jaar, naar het pure materiële. En dan krijg je de religie, zou je kunnen zeggen, van het materiële. Dat wil zeggen, je zoekt je identiteit, wie ben ik, in die spullen. Dus ik ben mijn auto. En kijk naar die, tot op de huidige dag, die reclame die laat zien dat wij nog steeds onze auto zijn. Want daar wordt, dat wordt blijkbaar, werkt dat, dat kan uit. Dus die psychologie werkt nog steeds. En je bent je horloge, of je bent, ga zo maar door. We zijn onze en die behoefte aan identiteit, dat is het probleem. Jung, de grote psycholoog, die zei, wij zijn zo onzeker over onszelf dat wij in die onzekerheid ons vastklampen aan alles wat houvast geeft. Je kunt je dus vastklampen aan de kerk of aan de islam, met alle respect. Of aan de technologie of de wetenschap. Dat geeft ook een identiteit. Prettig voor hoogleraren. Maar dat is allemaal dus een... Als je dat doet, dan ben je eigenlijk op weg naar je eigen ondergang. Want die eenzijdigheid is het kwaad. Het kwaad is in absolute zin, kan je dat definiëren als een extreme eenzijdigheid. En maakt het niet uit of de kwaad nu het absoluut geestelijke is of het absoluut materiële. Als die balans weg is, dan is het gewoon rampspoed. Dus dit is de huidige actuele vorm van rampspoed waar we mee te dealen hebben, omdat de tijdgeest ons daartoe gebracht heeft. In die afzetting tegen het religieuze zijn we dus nu daarin gedoken. Ja, misschien een mooie overgang nu u toch het woord rampspoed heeft gebruikt. Welke crisis vinden nu tegelijkertijd plaats of zou mijn alsnog gestalte kunnen krijgen? Nou ja, in ieder geval drie. Die van het sociale kapitaal zou je kunnen zeggen. Het mens zijn van de waardesystemen die je met je meedraagt. De verwarring die daar ontstaan is. En alle uitvloeiselen daarvan in afwegingen voor zorg versus materiële groei. Hoe gaan we om met bejaarden? Noem het allemaal maar op. Dat is één. De financiële crisis. Nou, Klaas is daar druk mee bezig. Die kan daar
waarschijnlijk nog veel meer over vertellen. Maar dat hele systeem van geldschepping, geen waardecreatie, maar geldschepping, wat een eigen leven is gaan leiden. En meer mijn specialiteit, de la maison, de ecologische crisis, klimaat, biodiversiteit, hulpbronnen, waarbij ze ook met elkaar samenhangen. Want even op mijn terrein redenerend, hoe komt een belangrijk deel van onze welvaart tot stand? We hebben allerlei spullen in de grond en in de oceanen en verborgen en er groeit hout enzovoorts. Dat hebben we nergens op een balans staan. En op een gegeven moment zeggen we, nou, dan gaan we opgraven en omkappen en leegvissen. En dan stroomt het de economie binnen. Dan geven we daar een dollar of een euroteken bij. En zeggen, ja, hoe meer je dat dus leegtrekt, hoe groter dan die economie opgeblazen begint te worden. Maar we vergeten dat die productiviteit van die natuurlijke hulpbronnen, dat die dan door dat gedrag wat we uitoefenen, dat dat in elkaar zakt. En dan kan je dan een tijdje uitzingen door als het ware dat allemaal naar de toekomst te verschuiven. Maar dan komt die rekening bovenop de financiële rekening die we de afgelopen 6-7 jaar nu gezien hebben. En bovenop de sociale rekening die ook niet in een prijs uitgedrukt is. Maar die natuurlijk zich manifesteert in ongelooflijke onvrede, ongemak, verlatenheid, de armoede die je opduiden. Er was net een nieuw rapport van Oxfam Novib, eergisteren geloof ik. Over 2-3 jaar bezit 1% van de wereldbevolking de helft van het vermogen op aarde. Het is verbijsterend. Ja, even over die klimaatcrisis. Ik keek in voorbereiding van vanavond onder andere de meest recente aflevering van Tegenlicht terug. Daarin zagen we twee, zou je kunnen zeggen, onverdachte popsterren geportretteerd. Thomas Piketty, de econoom die ons collectief op onze grondvesten deed schudden met zijn bevinding dat die toegenomen welvaart niet als vanzelf zich gelijkwaardig over alle lagen in de bevolking heeft verdeeld en al zeker niet de kloof kleiner heeft gemaakt, wat ook sociaaldemocraten toch lang dachten. En de andere, Naomi Klein, die recentelijk een vuistdik boek schreef over die klimaatcrisis. En er zat een fragment in Tegenlicht, daarom wil ik er heel even aan refereren, waarop zij geconfronteerd wordt met een meneer in de boekhandel die zegt, hoe komt u toch bij al die dat er een klimaatramp dreigende is, dat die milieuramp zich voltrekt. Dat is precies wat jij bent gaan onderzoeken voor de Twijfelbrigade, ja. Je boek. Kun je kort uitleggen wat je onderzoeksopdracht was in dat boek en wat vooral je conclusie was? Ja, ik ben vooral op zoek gegaan naar de wortels, de oorzaken van die twijfel, die skepsis, die afwijzing van klimaat, kennis, wetenschap. En eigenlijk zou ik dat net zo goed hebben kunnen loslaten op biodiversiteit of noem het onderwerp maar op. Omdat daar precies achter zit waar we het net over hadden, een bepaalde zienswijze op de wereld, een waardestelsel, een waardebril waarmee naar die werkelijkheid gekeken wordt. En die zegt, ja, die economische groei puur in termen van materiële welvaart, dat is het belangrijkste wat er is. Het rijk worden als ideologie verheven. Ayn Rand heeft daar een enorme invloed op uitgeoefend. Ja, dat was volgens mij de grote inspirator. Precies, van en dat heeft eigenlijk geleid tot een morele superioriteit van dat neoliberale beeld. Dus het is niet alleen maar zomaar marktwerking. Dat is eigenlijk een handige manier om een beetje productie en consumptie te organiseren. In mijn naïviteit dacht ik dat altijd. Dat is eigenlijk de essentie van marktwerking. Nee, er zit een heel moreel superieur model achter, wat je in die inleidende film ziet. En wat ook bijzonder opmerkelijk werd gecommuniceerd in de hoorzitting door Lloyd Blankfein, de voorzitter van een van die grote banken in de Verenigde Staten, Goldman Sachs, die toen die gehoord werd door de Amerikaanse Senaat, zei, we are doing God's work. En dat meende die. En dat zie je hier in dit filmpje, zie je dat terug. Dus er zat een beeld bij dat het niet alleen maar lekker en leuk en prettig is om rijk te worden. Nee, dat het eigenlijk ook een maatschappelijke, morele waardesuperioriteit vertegenwoordigt. En vanuit dat beeld is mijn analyse buitengewoon moeilijk om alle soorten van werkelijkheden die daarmee op gespannen voet staan, om die zelfs maar te zien. Dus die waardebril bepaalt dat die klimaatwetenschap en de planetary boundaries wetenschap en de biodiversiteit, noem het allemaal maar op, maar ook de sociale verschijnselen, die kunnen eigenlijk niet waar zijn, want die passen niet bij hoe jij naar die wereld kijkt. En dat is deels. Maar hoe kunnen ze dan zo effectief zijn? Want zijn er klimaatskeptici in deze zaal of zijn we er allemaal te verstandig voor? Oh, daar zit wel iemand. Sorry, daar heb ik meteen geïmpliceerd dat jij niet verstandig bent. Meteen mijn excuus. Maar in de gemiddelde zaalsamenstelling heb je er veel meer. Daarvan. U wilt ook meteen even iets zeggen of vragen, geloof ik. Als inderdaad de klimaatverandering aankomt, waarom wordt er dan nog zo gigantisch veel gebouwd bij Abu Dhabi? Waarom plannen die tweede maatschappij?
Een paar jaar, die 6 meter stijgen. Dat komt deels dus inderdaad voort uit die gekleurde bril die laat zien en die zegt dat kan dus eigenlijk niet waar zijn. Het is ik noem het maar een existentiële bedreiging voor de formule die we de afgelopen 20, 30, 40 jaar eigenlijk met elkaar gehad hebben. En dit staat op zo gespannen voet daar. Ik heb het wel eens vergeleken met een rouwproces. Dus als je een rouwproces doormaakt, een geliefde van je is overleden, dan wil je het eerst gewoon niet geloven. Je kan het niet geloven. Dus je kan die werkelijkheid niet tot je door laten dringen. Dat is eigenlijk de essentie van wat al in de psychologie ontkenning heette te zijn. En dus ga je toch maar in eerste instantie door en dan word je boos en je wordt boos op de brenger van de boodschap. En zo ga je een hele fasering door. En dat doen we naar mijn gevoel dus nu collectief. En hoe, nou laat ik het simpeler stellen. Nadat je al die rapporten hebt gelezen en je tot op het bot hebt verdiept in de klimaatproblematiek en de verschillende zienswijzen, waarbij één zienswijze overduidelijk in de meerderheid is, namelijk we creëren een ongelooflijk groot probleem. Wat kun je tegen die meneer hier die nog wel sceptisch voelt zeggen, waardoor jij ervan overtuigd bent geraakt dat we het hier niet over fictie hebben, maar over een hele concrete prijs die we nu al betalen voor bijvoorbeeld overconsumptie, ja. Groeirendement als hoogste idealen. Het lijkt me niet goed om hier een klimaatdebat te houden. Volgens mij is dat de essentie zit hem namelijk in de wijze waarop je naar de wereld kijkt. En ik denk dat het goed is. Dus, zelfonderzoek is misschien wel de belangrijkste boodschap. Hoe neem je die wereld waar? Wat zijn jouw waarden, kleuring waarmee je naar wat voor soort verschijnsel en wetenschap dan ook kijkt? En die reflectie is volgens mij de meest wezenlijke. En dan kom je inderdaad dicht bij Klaas. Het kunnen relativeren en kunnen reflecteren op wat nou jouw waardebril is, geeft ook meteen de mogelijkheid om bruggen te bouwen naar andere wereldbeelden, om die rare extremiteiten waar we last van hebben, ja, eigenlijk te overstijgen. Maar misschien voor misstanden te voorkomen twee dingen. Punt 1, we weten dat we 100% zeker dat het klimaat op de wereld nu aan het veranderen is. Dat kun je trouwens in je eigen achtertuin kun je dat zien. Er komen allemaal insecten voor die verzaten eerst in Zuid-Frankrijk en nu in je achtertuin. Los van 100 of 500 andere grootheden die aan het veranderen zijn. Dus dat is gewoon zeker. En punt 2 is het ook zeker dat er hele grote belangen zijn voortdurend. Jared Diamond, bekend boek geschreven, 1000 pagina's, laatste pagina conclusie. Beschavingen die gaan altijd ten onder doordat de ouderen belangen hebbende generaties, de jongere generaties ervan weerhouden zich tijdig aan te passen. En dat is dus gewoon een soort natuurwet. En als wij dus niet uitkijken, dan gaan wij gewoon volgens die natuurwet dezelfde weg op. Het goede nieuws is, hij heeft 20 beschavingen bestudeerd. Het goede nieuws is, 2 daarvan gingen uiteindelijk goed. Dus laten we het een beetje vrolijk aan. Welkom. Daar ben ik even niet meer uit mijn hoofd. Moet ik nakijken. Nee, niet echt. Nee. Klaas, jij bent een van de, ik zei het al, oprichters van het Sustainable Finance Lab, samen met de heer Herman Wijfels. Jullie zijn onder andere bezig de oorzaken van de financieel-economische crisis te doorgronden en proberen tegelijkertijd beter kan. Kun je kort samenvatten wat de crisis in de financieel-economische sector veroorzaakt heeft? Dat niet in het korte duur. Ja, dat is heel kort, want het is veel eenvoudiger dan je vreest. Het is verkeerd gegaan in 1688. Toen hadden we de Bank van Amsterdam. Die ging toen met koning Willem de Zoveelste, die ging trouwen met Maria Stuart. En toen hebben ze de Bank of England opgericht. Nee, Patterson, en die dacht slim te zijn en die maakte dus van de publieke bank van Amsterdam, die was namelijk eigendom van de gemeente Amsterdam al hier, die heeft daar een private bank van gemaakt. Dat wil zeggen dat al die rendementen, winsten en zo, die werden dus nu privaat geoogst door deze mensen. Nu is er een geweldige strijd gaande over de vraag wie het geld mag maken. Kijk, in een groeiende economie, daar mag je geld maken en daar moet je geld maken. Stel je voor, er worden buiten meer, horloges gemaakt, om deze als voorbeeld te nemen. En naarmate er meer horloges komen, gaat de prijs van die dingen omlaag als je niet meer geld hebt. Want ja, er zijn meer horloges dus per, hè, we hebben meer euro's, minder euro's per horloge, prijs omlaag. Dat willen we niet. We willen de prijs stabiel houden. Dus dan moet je geld bijmaken, net zoveel als je horloges had bijgemaakt. Dus je moet die groei van de economie bijhouden met je geld. Dat is ook het doel trouwens van de in de wereld. Maar de private banken hebben dat niet gedaan de afgelopen honderden jaren. En vooral de afgelopen 30 jaar. Door die liberalisering, die neoliberalisering, is dat helemaal losgegaan. In de letterlijk en figuurlijk. En toen heeft men dus veel meer geld gemaakt. Want private banken maken geld. Niet de overheid maakt geld. Ja, 3% bij meneer
Weet je wel, weet dat daar die dingen drukt. Maar de rest van die 97% is gemaakt door private banken. Hebben ze veel te veel gemaakt. Daardoor is de prijs sinds de jaren 50 10 keer over de kop gegaan. Pure inflatie. En dat is dus helemaal fout. Daardoor kregen we dus veel te veel geld. De rente ging omlaag. Je mocht steeds meer geld lenen, want bij een lage rente kun je meer lenen voor je huis. Dus dat ging sky and sky high. Nou, dan wordt het een piramidespel. En zoals je weet houdt het er een keer op. En dat is gebeurd in 2008. En dat is dus de kern van de crisis. Wat moet er dus gebeuren? Wij moeten het recht op geldschepping weer gewoon terugnemen bij de gemeenschap. Aristoteles die zei, in het Grieks, maar ik ben maar gewoon een eenvoudige ABS'er, die zei zoiets van, money is by law, not by nature. Dus geld is een afspraak. Goed Engels, Aristoteles. Ja. dus dat is een afspraak die we met en daardoor krijgt geld zijn betekenis en zijn waarde. En niks anders. Dus dat moeten we gewoon dus terugnemen. Banken, niks mis met banken, die worden gewoon makelaars op de geldmarkt, zoals je huizenmakelaars op de huizenmarkt hebt. Even goede vrienden, wij kunnen dan als gemeenschap kunnen wij op die manier 30 à 50 miljard per jaar uitsparen. We kunnen daarmee de belastingen verlagen of onderwijs verbeteren. En, belangrijkste, we kunnen richting geven aan de samenleving. We kunnen dus die dingen gaan doen die we belangrijk vinden. Ja, wacht. Daar komt iemand met een microfoon naar u toe. Ik las vandaag in de krant een heel artikel dat ze... Doet het niet. Nee, doet het niet. Ik las vandaag in de krant een heel artikel dat ze als de dood zijn voor deflatie. Want dat schijnt er nu aan te zitten kopen. Ja. Is dat alleen maar omdat dan de mensen die nu geld maken en daar veel aan verdienen dat niet meer kunnen? Of is het een ander probleem? Nou ja, dat is, het probleem is daar. Het probleem bestaat niet echt, vind ik. Het probleem bestaat alleen als je dus vindt dat wij ons uit de crisis moeten groeien. Om maar even onze minister-president dan te citeren. Dat gaat alleen wanneer geld dus ontwaart. Want anders dan, als geld dus minder waard wordt, dan ga ik dus de aankoop van dat merkwaardige horloge van zojuist ga ik uitstellen, want volgende week is het nog maar de helft waard van vandaag. Dus hoe langer ik wacht, hoe goedkoper het wordt. Maar het mechanisme dus versterkt zichzelf daar dus ook mee. Dus die geldschepping, die zorgt er dan weer voor dat die groeimotor nog weer wat verder wordt. Ja, dus om te zorgen dat die prijs niet daalt en wij allemaal onze aankopen uitstellen, wat voor die economische activiteit dus niet handig is. Daarom moet je dus geld bijmaken om die deflatie en die prijs constant te houden in ieder geval. Maar als je te veel geld maakt, dan gaat die prijs weer omhoog. Dat wil je ook dus eigenlijk niet. Er is nog iemand die iets wil vragen. Ja, hallo. Astrid van Heumen. Ik heb een vraag aan u. We hebben het steeds over horloges. En het zijn met name de Zwitserse horloges die zoveel waard zijn, hè, die 40.000. De Zwitsers hebben het altijd gedaan, ja. Maar nu is er iets heel speciaals aan de hand met de Zwitserse frank. Zou u dat eens toe kunnen lichten in de lijn van het verhaal wat u nu heeft? Nee, dat kan ik niet. Daar weet ik niet hoe dat met de Zwitserse toestand zit, dat weet ik niet. Ik vind het ook niet, het lijkt mij ook niet belangrijk. Wat nu gaat gebeuren in Europa, is dat wij dus voor het dilemma staan. Gaan we nu als Europese gemeenschap, dus als de Europese overheid, Draghi, geld bijmaken? En ik vind dat hij dat dus moet doen. Hij moet dat dus niet geven aan de. Hij moet daar niet obligaties voor opkopen. Want dan moet je voorstellen dat je dus deze meneer, Leonardo-achtige meneer hebt. Die hebben dus een heleboel obligaties van de staat en aandelen. Dan wil de staat die obligaties terug. Die willen dus meer geld in die markt brengen om die inflatie aan te wakkeren. Wat doen die mensen? Die pakken dat geld aan. Die kopen daar aandelen voor. Dan krijgen we weer een aandelenbubbel. In Engeland hebben ze dat gedaan. Oh, sorry. Maar... En dat is dus helemaal. Toen bleek dus dat geld van die hele actie kwam in 2010 bij de allerrijksten terecht, Piketty gewijs. Dus dat moet je niet doen. Meneer Draghi moet één ding doen, dat is geld drukken. Dat mag hij namelijk op grond van dit verhaal ook. En dat moet hij dus niet besteden aan het financiële bestel, obligaties, aandelen, dat gedoe. Hij moet daar rechtstreeks grote projecten en infrastructuur in Europa voor aan de gang zetten. Dus mooie snelwegen als je dat wil. Of beter nog, infrastructuur in Europa, smart grids. Voor nieuwe, de hele overgang naar duurzame energie. Zouden we, moet hij die Draghi betalen? Dat geeft nieuwe landen in Europa. Daar kunnen die Italianen en die Grieken en die Spanjaarden prachtig aan werken. Zonder dat het hele spel van die regeringen wordt verstoord. Dus rechtstreeks geld, nieuw maken en daarmee nieuwe projecten rechtstreeks betalen. Infrastructuur Europa, inclusief onderwijs en wat heb je. Ja, en nu, wacht één seconde, want we komen zo terug, want ik heb namelijk nu, de brug heeft u namelijk net van mij gelegd. U noemt Griekenland en u noemt aandelen, de market, de beurzen, nog zo'n factor. Veel invloed in het systeem waar we vandaag nog steeds allemaal in opereren.
Ik wil even een fragment met u bekijken. Het is een geknipt fragment uit een TED-talk... die langer duurt dan het fragment wat wij nu laten zien. En aan het woord is de afgetreden premier van Griekenland, Jorge Papandreou... die ons meeneemt naar het moment waarop hij net het mandaat van het Griekse volk heeft gekregen hun premier te worden. En ontdekt dat de schuldenlast van Griekenland niet is wat de vorige regering zei, maar meer dan 100% meer. En die naar Brussel vertrekt in de hoop daar een Europees antwoord op deze uitwas van dit systeem te gaan formuleren. En dan gebeurt het volgende, dat omschrijft hij hier. Today, democracies are again facing a moment of truth. Let me tell you a story. Sunday evening, Brussels, April 2010, I'm sitting with my counterparts in the European Union. I had just been elected prime minister, but I had the unhappy privilege of revealing a truth that our deficit was not 6%, as had been officially reported only a few days earlier before the elections by the previous government, but actually 15.6%. But the deficit was only the symptom of much deeper problems that Greece was facing. And I had been elected on a mandate, a mission actually, to tackle these problems, whether it was lack of transparency and accountability in governance, whether it was a clientelistic state offering favors to the powerful tax avoidance, abetted and aided by a global tax evasion system, politics and media captured by special interests. But despite our electoral mandate, the markets mistrusted us. Our borrowing costs were skyrocketing, and we were facing possible default. So I went to Brussels on a mission to make the case for a united European response, one that would calm the markets and give us the time to make the necessary reforms. But time we didn't get. Picture yourselves around the table in Brussels. Negotiations are difficult, the tensions are high, progress is slow, and then 10 minutes to two, a prime minister shouts out, "We have to finish in 10 minutes." I said, "Why? These are important decisions. Let's deliberate a little bit longer." Another prime minister comes in and says, "No, we have to have an agreement now, because in 10 minutes, the markets are opening up in Japan, and there will be havoc in the global economy." We quickly came to a decision in those 10 minutes. This time it was not the military, but the markets that put a gun to our collective heads. What followed were the most difficult decisions in my life. Painful to me, painful to my countrymen, imposing cuts, austerity, often on those not to blame for the crisis. With these sacrifices, Greece did avoid bankruptcy and the Eurozone avoided a collapse. Greece, yes, triggered the Euro crisis, and some people blame me for pulling the trigger, but I think today that most would agree that Greece was only a symptom of much deeper structural problems in the Eurozone, vulnerabilities in the wider global economic system. Vulnerabilities of our democracies. Our democracies are trapped by systems too big to fail, or more accurately, too big to control. Our democracies are weakened in the global economy with players that can evade laws, evade taxes, evade environmental or labor standards. Our democracies are undermined by the growing inequality and the growing concentration of power and wealth. Lobbies, corruption, the speed of the markets, or simply the fact that we sometimes fear an impending disaster have constrained our democracies, and they have constrained our capacity to imagine and actually use the potential, your potential, in finding solutions. Jorge Papandreou was dat. Hier zien we een volgens mij ten neergeslagen oud-premier. En hij zegt twee dingen waar ik op aansloeg, refererend aan dat moment waarop de Japanse beurs zou openen.
Hij refereert aan een systeem not only too big to fail, but actually too big to control. Een van uw analyses in uw boek met betrekking tot die zich synchroon aan elkaar ontwikkelende crisis is complexiteit als veroorzaker. Volgens mij hebben we hier een heel duidelijk voorbeeld van complexiteit te pakken. Kunt u uitleggen wat complexiteit te maken heeft met het systeem waar we nu in zitten en hoe het die crisis verdiept? Complexiteit is een bedreiging voor samenlevingen sowieso. Moet je realiseren dat het West-Romeinse Rijk is eraan ten onder gegaan. Het Oost-Romeinse Rijk had het door. Die hebben een aantal trucken bedacht en die hebben het 1000 jaar langer uitgehouden. Complexiteit komt voort uit probleemoplossend vermogen van een samenleving. En dat volgt de wet van de afnemende meeropbrengsten. Dus je hebt steeds meer ambtenaren nodig om hetzelfde te presteren. Je loopt tegen je eigen ingewikkeldheid op. Kijk naar het zorgdossier, kijk naar alle dossiers in Den Haag, kijk naar het milieudossier. Dat is niemand meer die dat kan volgen. Dus dat moet nou worden vereenvoudigd enzovoort. Dus die ingewikkeldheid is een geweldige bedreiging. Ik wou, dat komt voor een deel trouwens ook voort uit goedbedoelde neigingen. We in de Tweede Kamer ooit een keer na een hoorzitting een openhartige discussie gehad met Kamerleden. En toen constateerden we ook dat de goede bedoelingen om de laatste, mag ik het zo zeggen, bijstandsmoeder in alle ernst tegemoet te komen, goed bedoeld, tot een geweldige ingewikkeldheid ook weer leidt. Dus het is niet alleen negativiteit, maar voor een groot deel negativiteit. Die complexiteit die wordt ook gezocht door belanghebbende partijen. Even een voorbeeld. We hebben een discussie gehad in diezelfde jaren 90 van het emissiehandelssysteem voor CO2, waarbij je dus handelt met rechten van emissies uitstoot, CO2, versus een eenvoudige belasting. Wij waren voor die eenvoudige belasting als wetenschappers, maar de bedrijfsleven die was voor dat ingewikkelde handelssysteem, omdat, bleek in de wandelgangen, dat zo ingewikkeld was dat het toch nooit zou gaan werken. Dus dan wordt er bewust ingewikkeldheid gezocht om daarmee beleid te vermijden. De hele geschiedenis nu met de banken. Je hebt gezien dat Dijsselbloem een zeer goede brief heeft geschreven dus in de NRC afgelopen zaterdag tegen dus het bankenprobleem. Die banken die verschuilen zich achter Basel. Basel, dat is een vergadering waar ze telefoonboeken maken die letterlijk zo hoog zijn, met richtlijnen die zo ingewikkeld zijn dat niemand het snapt. De lui zelf ook niet. Maar we denken dus dat daarmee dus iets gebeurt. Dus achter die enorme ingewikkeldheid van onze hele samenleving, daar gaat dus een onvermogen schuil. En het enige wat we moeten doen is dat dus gewoon radicaal wegdoen. Die complexiteit is namelijk het gevolg van niet gemaakte politieke keuzen. En als we dat dus doen en we gooien die telefoonboeken gewoon in de prullenmand en we praten over dat financiële systeem, over de kern van de zaak, dan zijn we met één A4'tje klaar. Dus je moet als land nu in dit stadium bewust een beleid voeren om al die ingewikkeldheid er gewoon echt uit te gooien. Anders ga je alleen daar al aan ten onder. Er zit een gekke paradox. Dan mag ik heel even wachten, even Jan-Paul. Want heel vaak kwam die voorbij in deze serie. Onze zittende premier, Mark Rutte. Die niet alleen zegt dat, zei je ook weer, ideologie is een roze olifant. Nee, hij had geen visie. Roze olifant komt in de buurt. Nee, precies, ja, exact. Nee, volgens mij is dit Freud die de roze olifant erbij haalde. Sorry. Hij riep ons op de televisie. En het was een wat, althans voor mij, verwarrend fragment. Niet alleen voor mij, het kwam hier als gezegd vaker voorbij. We hadden ons die crisis ingeconsumeerd, om het heel simpel te zeggen. Hè, door op groei en rendement als hoogste ideaal te sturen van boven naar beneden in extreem ontwikkelde zich wat we hier nu zagen. En daar zit onze premier en die zegt, koop die tv, koop die auto, koop dat huis en consumeer ons de crisis ook weer uit. Met andere woorden, het lijkt alsof we vastzitten in een perpetuum mobile waarin er geen ontsnappen is aan consumptie, groei en rendement als oplossing voor al onze problemen. Is dat omdat politici door Klaas geadresseerde complexiteit simpelweg door de bomen het bos niet meer zien? Door het bos? Of is hier iets anders aan de hand, namelijk die verkokerde utopische manier van blijven geloven en denken in dat vrije marktideaal? Ja, ik zie een hele gekke paradox die Klaas denk ik ook even aanstipt. Hè. Rutte zei, visie is een olifant die het zicht beneemt, geloof ik. Ja, dat was het. Dat waren zijn woorden. En tegelijkertijd, ongeveer in dezelfde zin, was zijn visie, koop vooral een extra koelkast en een auto en een tweede huis, of woorden van gelijke strekking. Met andere woorden, daar was de revealed visie, die kwam gewoon uit die woorden tevoorschijn. Misschien moet je eerder dus zeggen, dus hij had ons wel wat utopische verland ideologie geschreven. Namelijk, precies, een auto,
een huis en, dat, en, een, was en dat, dat was een tv. Misschien niet zozeer de visie in de zin van een droombeeld wat je jezelf nastreeft, maar wel een ideologie die tegelijkertijd op die complexiteit wenst, want die, of op die paradox wijst, want die complexiteit die is er. En tegelijkertijd in ons denken, in onze oplossingen, in de discussies, in de politiek, gaat het voortdurend naar eigenlijk hele simpele gedachten, dat in de afgelopen 10, 15 jaar is dat voortdurend bovengekomen, dat eenvoudige boodschap, de markt lost het wel op, is toch eigenlijk een beetje de leidraad geworden voor al die complexiteit die we tegenkomen. Dus we zien die complexiteit op de een of andere manier toch niet echt. We doen wel al ons best om daar met de telefoonboeken van Klaas allerlei grip op te krijgen. Maar in ons denken, ja, de telefoonboeken van Klaas. Nee, tegelijkertijd in ons denken poetsen we dat helemaal weg met een vrij simpele slagzin van die markt doet dat. Dat geldt voor de klimaatthematiek, emissiehandelssystemen, dan lost het allemaal wel op. Het geldt voor de zorg, de marktwerking in de zorg, noem het maar op. Dus alles wordt naar die markt gedrukt. En in zekere zin zie je dat ook in het fragment van Papandreou terug, waar Hans Achterhuis sterk op wijst. Dat eigenlijk die politieke besluitvorming, hoe pak je nou problemen en thema's in die samenleving aan? Hoe weeg je af? Welke waardebotsingen heb je dan nodig om uiteindelijk met elkaar een beetje door een deur te komen? Die hebben we eigenlijk helemaal uitbesteed aan het fenomeen marktwerking. En dat leidt dan tot allerlei soorten extra ingewikkeldheden die we dan niet meer aankunnen. Ja, maar dan kom je misschien, laat ik ook nog één keer benadrukken dat we na de pauze allemaal mensen gaan horen die nieuwe perspectieven gaan schetsen. Dus we blijven niet in somberheid. Die mogen we voor de problemen die niet in somberheid hangen vanavond. Ja. Maar ik wil hem er toch nog even bij halen, want Papandreou refereert natuurlijk ook aan het functioneren van onze democratie. En zeker wanneer we kijken naar Brussel, kunnen we denk ik voorzichtig constateren dat dat, behalve met het kiezen van die parlementariërs, de commissies, we gaan er niet over. Hè. Het is een apparaat dat ongelooflijk belobbyd wordt door corporaties, door banken, met gigantische budgetten. En niet eens rechtstreeks. Mijn boek De Twijfelbrigade, je noemde het even, zou je ook kunnen lezen als een wat huiveringwekkend betoog, waarin door hele slimme denktanks, framing van bepaalde thema's, het permanent herhalen, bijna als een soort wasmiddelreclame, markt is goed, markt is goed, markt is goed, dat daar als het ware geleidelijk aan je denken in die richting, zonder dat je het zelf in de gaten hebt, omgaat. Ik heb het wel eens de privatisering van ons limbisch stelsel genoemd. Dus ons reptiele brein wordt als het ware gevangen in die denkmodellen die ook echt bewust en actief via al die Amerikaanse neoliberale denktanks worden aangescherpt, doordacht, in de media in relatie worden gebracht en met eindeloze vormen van herhaling, echo heet dat, eigenlijk zodanig geleidelijk aan op je psyche inwerken dat je zonder dat je er erg in hebt, dat beeld van, nou, in dit voorbeeld dan klimaatverandering, maar het geldt eigenlijk precies zo voor kopen, voor de zorg moet ook geprivatiseerd worden, als het ware heel geleidelijk aan in die samenleving ziet penetreren. Nederland is misschien wel een van de voorhoede of achterhoede, hoe je het noemen wilt, spelers van Europa. Het is een soort springplank naar de Anglo-Saxische wereld en modellen. Deels misschien door de talen. Die kloof is relatief gering. Deels ook omdat in Frankrijk en Duitsland is dat andere model toch steviger verankerd dan we in Nederland hebben. Maar je ziet een aantal Amerikaanse bedrijven, tabaksindustrie als voorbeeld, die zijn bewust aan het experimenteren met Nederland om te kijken of een aantal verhalen, narratives hier plakken. Nou, dan is dat een mooie entree, want dan kan je proberen om dat type van denken wat zo heel geleidelijk aan zich meester maakt van ons collectieve bewustzijn, of je dat verder kunt uitrollen. Nou ja, wij hebben hier een neurowetenschapper te gast gehad die ons vertelde, hij werkt bij een bedrijf Neurensix, wat in steeds meer landen kantoren opent, en wat zijn hersenwetenschappers doen is niet alleen in opdracht van Heineken of Grols een nieuw ontwerp bierflesje testen met proefpersonen in de hersenscanner, maar inmiddels worden ze ook ingehuurd bijvoorbeeld door een van de politieke partijen in Argentinië, die misschien de nieuwe president van Argentinië kan gaan afleveren. En daar gaan ze van kleur stropdas tot pak, tot spreekhouding, tot thema's toetsen. Ja. Waar wij primair op geneigd zijn aan te slaan in een zoektocht naar de ideale presidentskandidaat. Dus we wisten al dat manipulatie ook in de politiek een beproefd middel was. Maar het is wel, perfectioneren ze stap voor stap, zal ik maar zeggen. Het is wel aardig om even naar voren te halen dat ook het verzet wel op eenzelfde soort wijze misschien georganiseerd kan worden. Want kan jullie aanraden om in de pauze namelijk even naar het toilet te gaan? Ja.
Daar vind je dit toiletpapier. Dat is verschrikkelijk leuk. Daar kan je allerlei boodschappen uithalen. Onder andere de boodschap dat de nieuwe liefde scheid heeft aan geld. Althans, na toiletbezoek, daarvoor misschien nog niet. Maar ik vind het wel een leuke manier om de relativering te laten zien. En om te laten zien dat dat geld scheppen, waar Klaas het over heeft, eigenlijk buitengewoon makkelijk is. Je kan het gewoon op pleetpapier drukken. Ja, voordat we die pauze ingaan en allemaal even wat gaan drinken. De laatste vraag, namelijk, gaat de verandering voor nu, zoals nu waarneembaar volgens jullie, uit het Brusselse en het Haagse komen? Of gaat het antwoord bottom-up vanuit kleine bewegingen in de samenleving komen? Dus wie moet er naar wie gaan kijken als het gaat om het goede voorbeeld? Nou, er zijn twee theorieën over. Eigenlijk, er is een theorie die zegt van nou, het gaat niet lukken uit Brussel en Den Haag. Dus dan moet het maar uit de lokale gemeenschap komen. Dus het idee is dat die transition towns, dat de mensen daar weer meer sociale cohesie door krijgen. Ik lever aan jouw stroom en jij krijgt van mij eten. En dat soort ruilhandel op de kleine lokale schaal. Dat wordt dan zo sterk dat daardoor de grote structuren gaan omvallen. Vattenfall valt om, want die kan niet meer tegen die lokaal opgewekte energie op, is dan het idee. En op een goede dag, dan is die beweging zo sterk dat ze naar Den Haag marcheren en zeggen, en nu wij. Dat is een theorie. Ik denk dat dat ook erg romantisch is en dat het gewoon uit Den Haag moet komen en Brussel. De problemen die we hebben hier zijn kolossaal groot. Mijn voorstel is al heel erg lang en met een heleboel andere mensen, waaronder trouwens ook Wijfels, moeten we niet een keer ophouden, bijvoorbeeld met die meerderheidskabinetten. Ik weet niet, Marjan Thiem moet maar zeggen wat ze ervan vindt zo meteen, maar ik heb in mijn Haagse ervaring als wetenschapper daar veel rondgelopen. Ik had de indruk dat 80% van de energie opgaat in de strijd tussen de politieke partijen 1 en tussen de departementen 2. En dus de tijd die overblijft om samen deze kolossale problemen aan te pakken, die is dus gewoon onvoldoende. Moet je niet doen wat die Zwitsers trouwens doen, over gesproken, dat je dus al die politieke partijen naar raad over de Tweede Kamer in het kabinet zet. Treffenzaal dicht, dan kunnen die mensen daar dus met elkaar die compromissen vinden die gevonden moeten worden. Dat moet ergens gebeuren. Er is geen pers bij die de boel uit elkaar kan spelen. De parlementaire democratie blijft gewoon werken. En al die waarden die in die samenleving aanwezig zijn, ook die van Wilders, ja, die heb je dus tegelijk in het begin bij. En dan heeft iedereen, die wordt ook gekend en gezien. Daar komt een compromis uit. Dat gaat naar de Tweede Kamer. En op die manier gaat die strijd er een beetje uit en kan er dus meer energie in dat zoeken van gemeenschappelijke waarden worden gevonden. Dat is een soort Thorbecke-achtige stap. En waarom zouden we dat dus niet doen? Thorbecke zei destijds, we moeten 3 dingen ons realiseren. Punt 1, de mensen hebben rottige eigenschappen. Punt 2, dat gaat voorlopig niet veranderen. Punt 3, we kunnen het zo organiseren dat je daar geen last van hebt. Dat moeten we doen. Julia, de partijleider voor de Partij van de Dieren is hier. Marianne, ik neem aan dat je even wil reageren. Ja, ik denk dat dat een beetje utopisch is om dat te denken. Dat je op die manier een coalitie kunt gaan samensmeden met allerlei partijen. Ik denk dat als je een coalitie van water en vuur gaat smeden, zoals nu gebeurd is tussen de Partij van de Arbeid en de VVD, waar weinig gemeenschappelijke visie bestaat en die elkaar zelfs als het rode gevaar hebben weggezet tijdens de verkiezing of het rechtse rotbeleid. Ja, dat je dan inderdaad een visieloos kabinet gaat krijgen. Ik denk dat het belangrijk is dat er heel veel kleur juist in de politiek moet blijven bestaan in het parlement. Maar dat je een coalitie moet gaan vormen tussen partijen die ook op fundamentele waarden wat met elkaar hebben. En dat had ook gekund. Maar men wilde zo graag op het plusje blijven gaan zitten, dat men een uitruilpolitiek is gaan zitten. Wat nou juist de vertrouwenscrisis heeft verergerd tussen politiek en publiek. Ja, maar een andere optie zou overigens nog zijn dat je, als dat allemaal onmogelijk blijkt, zoals in deze coalitie, niet tot op het waardeniveau de coalitie aanzet laat zijn, maar veel meer weer vertrouwt op besluitvormingsprocessen in het parlement. Maar dat is een andere discussie. Jij wil geloof ik ook nog even. Nou ja, ik wou alleen zeggen dat wij het met elkaar erg oneens zijn. Ik snap wel samen in het kabinet, redenering. Ja. Ik ben eigenlijk weg van de combinatie Rutte en Samson, eerlijk gezegd, omdat het centrale probleem van onze tijd is dat er geen synthese van waarden plaatsvindt. Om terug te komen naar mijn eerste woorden, wij slingeren naar de buitenkant. We komen steeds in die periferie van uitersten terecht.
Het helpt niet dat je 4 jaar een linkskabinet hebt en 4 jaar een rechtskabinet. Wij moeten uiteindelijk iets zien te vinden van een gemeenschappelijke ruimte. Want geen enkel beschaving, geen enkele organisatie kan zonder een min of meer gedeeld waardepatroon. Hoe kun je beter aan dat gedeelde waardepatroon werken dan op die manier? Ik heb Paars 1 erg van nabij meegemaakt. Dat kunt zeggen, toen heeft men natuurlijk een beetje te gemakkelijk de ideologische veren afgeschud. Aan de andere kant was dat dus PvdA en VVD. En daar werd een geweldige synthese bereikt door toedoen ook van mensen als Hans Weijers en zo erin, die als een trait d'union daarin opereerden. En daar kwamen de mooiste oplossingen uit. Uiteindelijk moeten wij een synthese vinden tussen liberalisme en socialisme. Aan de ene helft ben je als mens een socialist, aan de andere helft ben je een liberaal. En het idee dat je of bent, dat is tamelijk fnuikend, want dan krijgen we dus via het een en steeds grotere polarisaties. Laten we onderkennen dat we dus een synthese moeten bereiken. En hoe eerder je daarmee begint, hoe beter het is. Ik zou zeggen in de treffenzaal. Jan-Paul, heel even. Ik citeer nog even de heer Van Egmond zelf. We zouden het materiële minder moeten aanjagen, de consumptie minder moeten aanjagen en het immateriële, de kwaliteiten als kunst en cultuur meer moeten stimuleren om tot dat gedeelde waardepatroon te komen. Ik concludeer dat we die tv dat huis moeten kopen en dat we op kunst en cultuur gruwelijk veel bezuinigd hebben de afgelopen jaren. Tot slot het laatste woord voor jou. Blijkbaar is die notie van urgentie niet op alle plekken in de samenleving en ook niet de minste plekken, namelijk daar waar nogal zwaarwegende besluitvorming plaatsvindt, niet even hoog. Doen de klimaatwaarschuwers, de wetenschappers, dan minder goed aan het vermarkten van ons limbisch stelsel? Of ligt het daar niet aan en ben ik nu te cynisch? Nou ja, klimaat is natuurlijk maar één aspect in die hele brede agenda die we nu bij de grondstoffen hebben. We hebben mensenrechten die op grote schaal geschonden worden om goedkoop te kunnen produceren. Ik kan de lijst veel langer maken. Een belangrijk probleem is denk ik dat ieder van die aspecten min of meer op eigen houtje zijn agenda probeert te bepalen. En het buitengewoon lastig blijkt om die samenhang tussen die verschillende crises te zien, zoals we dat hier in ieder geval een beetje proberen voor het voetlicht te krijgen. Dus dan krijg je wat gescheiden bewegingen die elk in de beperkte markt voor aandacht, als het ware, op die deur bonzen en altijd maar beperkt succes hebben. Ik denk dat het erg versterkend zou zijn als daar pogingen worden ondernomen om die agenda's aan elkaar te komen. Nou ja, en dat is dan ook meer naast de laat ik zeggen, de links-rechts tegenstelling of de socialisme-kapitalisme tegenstelling, zou je ook nog eens even kunnen kijken, Klaas stipte dat ook aan, de bottom-up, top-down tegenstelling of het spirituele en het materiële. Hoe is dat te verenigen? Ik denk dat dat van ieder persoon ook wat vergt. Ik ben op hele kleine schaal een beetje aan het oefenen om dat eigenlijk hopeloze en vastzittende klimaatdebat eens een beetje naar die waardediscussie te krijgen op NRC Klimaatblog en zo. Dat is buitengewoon moeilijk. Maar het kan wel, als je toch in ieder geval probeert zelf sterk in je schoenen staan te zeggen, ik wil ook proberen door die ogen van die ander te kijken. Ik heb veel ook naar die klimaatskeptici geluisterd, hoewel ik het inhoudelijk daar helemaal niet mee eens ben. En het helpt wel als ik probeer wat te begrijpen wat daar leeft. Hetzelfde zou je voor een aantal van die andere crisis kunnen doen. En boodschappen en urgentie komen ook pas over als er een wisselwerking tussen mensen is. Als er een onderlinge, zekere verstandhouding en herkenning en vertrouwen is. En dat is het gekke. Je moet dus eigenlijk zelf ook als persoon over die polariteiten heen springen. En zeggen, ik ben ook wel oprecht nieuwsgierig naar wat nou dat wereldbeeld achter Leonardo DiCaprio is. En al die anderen is. En ik wil op zoek gaan om te snappen wat dat is, want alleen dan kan ik mij met mijn eigen persoon ook tot dat wereldbeeld verhouden. En pas dan is er een kans om iets van die bruggen te bouwen, om uit die permanente polarisatie weg te komen en te kijken of je ergens een beetje een verstandig midden weet te vinden. Nou, dat begint bij ontmoeting. We ontmoeten in ieder geval straks 3 nieuwe sprekers. Marianne Thieme, u hoorde haar net al. Architect en zoals hij zichzelf ooit noemde, vreedzaam terrorist Thomas Rauw. En volgens mij is die inmiddels binnen achter, ik noem hem maar gemakshalve, de dominee van de Zuidas, Ruben van Zwieten, gaan ons straks 3 nieuwe perspectieven voor een nieuwe wereld voorschotelen. Dus hopelijk tot zo. Dankjewel.
to be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull an Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I might have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. A different city every night. Oh, yeah. I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire. President, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it. But keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. The best things in life are free, but you can give.
Talking about money, the root of all evil. You're funny things, some
Ja, wil je die? Het eerste deel zit erop. Ik was licht geïntimideerd door de sprekers. Ik deed mijn research naar Klaas van Egmond bijvoorbeeld. En er stond misschien wel de slimste mens uit de duurzame top 100 in Trouw. En ik dacht, dat nodig ik dan uit aan mijn gesprekstafel. Maar we hebben het overleefd en ik vond het echt heel leerzaam. We gaan door met... Wat ik al zei, alternatieve perspectieven. Want het zou wel heel cynisch en verdrietig zijn om hier vanavond te concluderen dat die utopie van de vrije markt inderdaad het enige werkbare systeem is waarbinnen wij collectief kunnen functioneren. Er zijn 3 mensen die bereid waren, en ook daar ben ik dankbaar voor om ons aan die nieuwe inzichten te helpen. De eerste is Thomas Rauw. Hij werd architect van het jaar in 2013. Staat op een 4e plek in die duurzame top 100, maar hij is dus blijkbaar iets minder slim dan Klaas van Egmond. Althans, dat zegt Trouw. Ja, nee, ter relativering, de heer van Egmond zei zelf, dat is ook maar een opinie. Rauw kreeg ook een oeuvreprijs voor zijn onverzettelijke inzet voor een duurzamere manier van kijken binnen zijn eigen beroepsgroep.
Hij typeert zichzelf als een vreedzame terrorist en bepleit radicale transformatie, zoals dat denk ik bij een vreedzame terrorist hoort. Hij gaat ons nu vertellen hoe die radicale transformatie er bijvoorbeeld met de stad ofwel het land van de toekomst uit zou kunnen zien. Het woord is aan Thomas Rauw. Nou, dat is inderdaad een vraag geweest, maar ik denk toch dat ik iets anders doe. Zo gaat het met terroristen, denk ik. Nou ja, we hebben net over de zittende minister-president gesproken. Ik heb het net iets anders gehoord. Ik heb het zo gehoord. Hij zegt, ja, een visie heb je als VVD is eigenlijk een handicap. Dus daarom wil ik eigenlijk geen visie hebben. En het is heel duidelijk, als je geen visie hebt, kun je ook beter niks doen. Want dan is namelijk iedere daad die je doet waarschijnlijk in de verkeerde richting. Dus ga eerst erover nadenken waar je naartoe wilt voor je dat hier gaat handelen. En dat heeft Kennedy ook gezegd in 1962. Hij zegt van, dames en heren, we gaan iets doen omdat het moeilijk is. We gaan naar de maan. Dus we gaan niet omdat het makkelijk is. We gaan iets doen omdat het moeilijk is. En alles wat we nu doen is gerelateerd aan deze ene beslissing. Het is een ongelooflijke daad om zoiets te zeggen. Het resultaat is dat we 1968 Apollo 8 de eerste foto van de aarde maakt. Even voor de insiders, we hebben hier een dominee. Kerstavond 1968, 1732, kijkt William Enders dus naar de aarde. En hij maakt een foto. De eerste foto, dames en heren, van deze planeet, waar wij te gast zijn, is een illegale foto. Stond niet in het draaiboek van de NASA. 500 jaar geleden zijn mensen op de brandstapel gekomen die beweerden dat die aarde er net zo uitzag dan op die foto. De hele milieubeweging is ontstaan na kerstavond 1968, 1732. Omdat de mensheid zich voor het allereerst bewust wordt, om de aarde duikt op als tegenover. De mensheid wordt zich bewust dat we gast zijn en niet gastheer. En waar zijn we dan gast? We zijn gast in een gesloten systeem. Want daar komt gewoon niks meer bij. We hebben net zoveel goud op aarde dan nog 3 miljard jaar geleden. Maar nu hebben we allemaal van die oorbelletjes en die mooie horloges. Vroeger lag het gewoon ergens in de grond. Dus alles wat fysiek is aan grondstoffen in een gesloten systeem, is dus begrensd. En dan weten we dat in een gesloten systeem geen onbeperkte groei mogelijk is. Dit is gewoon onmogelijk. Dus we moeten leren ons in een gesloten systeem gewoon te organiseren. Een ander aspect is, alles is tijdelijk. Niets is permanent op deze planeet. Uw zijn is tijdelijk. Sommigen draaien al 50 jaar mee. Sommigen wat minder, zie ik. Maar uiteindelijk, er komt een einde aan. Geen één gebouw is permanent. Geen één straat is permanent. Geen auto is permanent. Dus, alles is tijdelijk. Maar de gevolgen, die zijn permanent. Zie de klimaatcrisis. Maar als alles tijdelijk is, betekent toch dat we tijdelijkheid moeten faciliteren. Dus de economie moet tijdelijkheid faciliteren. En waarom? Niemand kent de toekomst. De politici niet, wij niet, niemand niet. Dus het enige wat we kunnen doen is een optie op de toekomst. En een optie is eindig. En dan moet die optie dan zo genomen worden dat we als we met de optie klaar zijn en nog alles is wat we hadden voordat we de optie ingegaan zijn. En dat is eigenlijk circulariteit. Circulariteit betekent het faciliteren van tijdelijkheid op een zodanige manier dat nooit meer iets verloren gaat. En dan zien we ook dat een van de allergrootste problemen, met alle respect voor iedereen, duurzaamheid is. Ik denk dat het een van de allergrootste problemen die we hebben. Duurzaamheid betekent een projectje, een subsidie, een probleem oplossen, maar geen verandering. Sterker nog, we optimeren het foute systeem. We hebben het net gehoord. En we moeten niet het foute systeem optimeren, we moeten het systeem transformeren. En bij transformatie hoort de mentale transformatie. Ik denk dat we die dingen niet doen, niet omdat het niet kan, niet omdat het niet betaalbaar is. We doen de dingen niet omdat we het niet willen. Als Jan vanavond hier niet om 8 uur op deze stoel had willen zitten, dan was ze gewoon niet gekomen. Als u hier vanavond niet had willen zitten, dan was u gewoon niet gekomen.
En we hebben 4000 redenen gehad om hier niet te zijn. Maar wij zijn er omdat we willen. Dus het gaat mij met name om die mentale transformatie. Niet om cradle to cradle, noodle to noodle, dingen. Dit is gewoon een transformatie op het meest comfortabele niveau. Daar houden we van. We willen comfortabel transformeren. Maar ik vertel u, transformeren en innoveren is buitengewoon oncomfortabel. En daarvoor hebben we nieuwe speelregels nodig. Daarvan wil ik een paar noemen. De tijd is redelijk kort. Eentje is van eigendom naar eigen slim. We zijn georganiseerd op een manier dat niemand meer verantwoordelijk is voor de consequenties van zijn handelen. Dat noemen we ketenorganisatie. Nou, die aan de einde, die is altijd de lul. Zo hebben we het georganiseerd. En die heeft toch een recht van spreken. Dus we moeten de eigendomsvraag zodanig definiëren. Is niets verkeerd aan eigendom? Dat is net iets al in het Duits verteerd, maar in Duitsland zeggen we eigendom verplichtend. Dus diegene moet eigendom hebben die de verantwoordelijkheid voor het eigendom kan nemen. U denkt dat u een televisie thuis hebt. Ik zeg, u hebt het hele periodieke systeem verpakt in uw gifpalm in uw woonkamer hangen. En u noemt de televisie. En u bent daarvoor verantwoordelijk. Dus daar zal ik een keer over nadenken. Dan hebben we de oude en de nieuwe Shells. Nou, de oude Shells, die kennen we allemaal. Klein familiebedrijven, die staan helemaal voorin. Die gaan eigenlijk zeg maar, de hele natuur kapitaliseren. En zijn iedere keer verbaasd dat iedere avond gewoon kassa is. De nieuwe Shells, die staan aan de andere kant. Dat zijn de recyclingsbedrijven. Dat zijn de van ganzenwinkels die zeggen, afval bestaat niet, afval is voedsel, geef maar lekker aan mij. Ik ga lekker kapitaliseren wat jullie allemaal betaald hebben. En de recyclingsbedrijf bedrijft winstmaximalisatie ten koste van grondstoffen niet in gunsten. Bij 68-69% houdt hij op, de rest gooit hij in de afvalverbranding. En dan zegt de overheid afvalverbranding, nou ja, dit is toch eigenlijk thermisch recycling. En als we iets thermisch recyclen, dan komt er nog groene stroom uit. Dus uit al die grondstofcrematoria's die we in dit land hebben, het is thermisch recyclen, dan komt groene stroom uit. En dan gaan al die duurzame mensen, die gaan dan daar de stroom vandaan halen. Dus we moeten ook daarover nadenken. Als we dan producten anders maken, moet ieder product een grondstofdepot worden. Als niets meer verloren gaat, moet je het deponeren. Dus iedere tafel, iedere laptop, iedere bril, iedere stoel, iedere camera wordt een grondstoffendepot. We deponeren grondstoffen in vorm van een product. En dan wordt iedere product, de toekomst is, iedere product wordt service. U wilt toch geen auto meer hebben, u wilt gewoon mobiliteit. U wilt toch geen wasmachine, u wilt gewoon wassen. U wilt geen lamp, u wilt gewoon licht. Dus de verantwoordelijkheden verschuiven weer daar naartoe waar de mensen de beslissingen te verantwoorden hebben. Dan komen we bij de BTW. Ja, dat is wonderbaarlijk. Volgens mij betekent dat, Nederlands is niet mijn moedertaal zoals u hoort, maar bijdrage toegevoegde waarde. Nou, hoe krijg je het in je hoofd? Dus als ik waarde toevoeg aan deze samenleving, moet ik daar extra voor betalen. Ik zou zeggen, laten we de BOW introduceren. Dus de bijdrage onttrekkingswaarde. Dus iemand die waarde onttrekt, die moet toch betalen. We moeten ook niet arbeid gaan belasten. We moeten natuurlijk grondstoffen gaan belasten. Kijk, u zit hier redelijk relaxed. U gaat naar huis, gaat u lekker slapen. Nou, sommige kale koppen zie ik, die gaan misschien al mediteren. En dan neemt u misschien een borreltje. En dan bent u in volle verwachting dat u morgenochtend wakker bent, gezond en vol energie. Hebt u ooit daarover nagedacht hoe het mogelijk is dat 7 miljard mensen per nacht gratis, btw-vrij, zonder groene stroom worden opgeladen? En de overheid gaat dan dit gewoon belasten. Dus ik zeg, alles wordt niet anders, alles is anders. En ik zei aan het begin, niemand kent de toekomst. Ik denk dat het niet helemaal waar is. Ik denk dat er één discipline is die daar iets meer van af weet als wij allemaal. En dat is de kunst. De kunst wordt een nieuwe kerk. En de kunst, als u terugkijkt, u ziet altijd iets in de kunst opdagen. Wat zeg je, en 10 jaar later was dat gewoon maatschappelijk geïmplementeerd. Dus, als we ook afstand nemen van eigendom, van haar eigen slim, dat betekent dat we moeten leren dat we onze identiteit, net al gezegd, niet meer gaan definiëren over wat we hebben. Maar we gaan onze identiteit definiëren over wie we zijn.
En dan wordt deze eeuw het eeuw van de immateriële luxe. En nog één voor de dominee aan het einde. Ik denk, wij zijn niet mensen op een spirituele reis, maar wij zijn spirituele wezens op een menselijke reis. Dank u zeer. En geef ik het woord aan de tweede spreker. Ik ben ook echt heel blij dat zij wilde komen en dat er geen spoeddebatten waren, want Den Haag lijkt er verslaafd aan. Het is dinsdag, dat betekent voor politici dat ze nooit weten of ze woord kunnen houden. Maar ze kon er zijn en ze is er. Partijleider van de Partij voor de Dieren, Marianne. Het is niet voor niets dat zij hier is, want ze is in alle afleveringen in deze serie uitvoerig aan bod gekomen. Namelijk omdat het steeds meer mensen begint op te vallen dat er in Den Haag eigenlijk maar één politieke partij is die fundamentele systeemkritiek en daarbij voortdurend ook op alternatieven wijst. Dus aan haar nu het woord als, nou, ik denk vertegenwoordiger van een politieke partij van hoop, Marianne Thieme. Dankjewel, Meerte. In 2012 waren er Tweede Kamerverkiezingen en wij hadden in ons verkiezingsprogramma staan: economische groei is niet de oplossing van alle crisis, maar het probleem. En ik kan u verzekeren, toen we daar de campagne mee ingingen en ook daarna de debatten voerden, dat mensen naar de microfoon kwamen en zeiden: uw partij was al gek, want wie komt er nou op voor niet mensen? Maar wie komt er nou, wie verraadt nou zijn eigen soort en gaat het opnemen voor dieren? Dat was al gek. Maar dan gaat u ook nog eens zeggen dat economische groei een probleem is, in plaats van dat het een oplossing is. U kunt uzelf beter opnemen. En ik denk, beste mensen, dat dat kenmerkend is voor hoe de traditionele politiek op dit moment reageert op nieuwe geluiden rondom hoe wij met onze leefomgeving omgaan, hoe wij met dieren omgaan, hoe wij in feite zijn verslaafd aan vooral onze eigen belangen, onze eigen korte termijn belang voorop stellen, dat we verslaafd zijn aan geld, dat we verslaafd zijn aan groei. Dat we in feite met z'n allen in een piramidespel zijn beland, waarbij de inleg van nieuwe deelnemers alleen nog maar het systeem in stand kan houden. Of om te spreken in economische groei, dat er alleen nog maar groei een mogelijke oplossing is om het systeem in stand te houden, omdat alles anders in elkaar dondert. Tenminste, dat wordt ons wijsgemaakt. Wij moeten groeien, wij kunnen niet anders. En we gaan dat ook op een allerlei manier proberen we dat aan de mensen te verkopen. Ze noemen het groene groei, ze noemen het duurzame groei. Maar groei, dat moet en zal er komen. Maar, en wat ik vandaag wil bepleiten is, wij moeten juist af van die groeiverslaving. We zullen moeten ons gaan realiseren dat groei op een planeet met eindige grondstoffen, met eindige hulpstoffen, simpelweg onmogelijk is. Oneindige groei kan niet op een eindige planeet. Maar toch zie je dat groei op allerlei mogelijke manieren wordt gegreenwashed in de politiek. Zelfs groene partijen die spreken over groene groei. Terwijl groei is gebaseerd op het bruto nationaal product. En het bruto nationaal product is het meest achterhaalde indicator eigenlijk voor om te meten hoe goed het gaat of hoe slecht het gaat met onze samenleving. Het bruto nationaal product groeit zelfs als wij massaal dieren doden bij een dierziektecrisis. Of als wij hele bossen bijstoken in energiecentrales. Of als wij meer gevangenissen gaan bouwen. Of als er meer verkeersongelukken zijn waar zorg voor nodig is en waar heel veel mensen hun brood mee verdienen. Zelfs dan spreken we over groei en over een groei van bruto nationaal product. Terwijl we allemaal weten dat dat soort
eigenlijk in feite liever vermijdbare activiteiten proberen dat om dat te voorkomen dat we hele bossen in energiecentrales moeten gaan stoppen of dat we moeten voorkomen dat er verkeersongelukken gebeuren, dat dat natuurlijk iets waar we ons veel meer op zouden moeten focussen. Maar ja, dat is erg moeilijk, want als we het bruto nationaal product nou eens zouden verlaten en daar andere indicatoren voor tegenover zouden stellen, welzijn, geluk, zoals bijvoorbeeld ook in sommige Zuid-Amerikaanse landen ook een indicator van het geluk van een land nu als meetinstrument wordt gebruikt. Dus ik nog een hele bijzonder vind hoe dat uitpakt. Maar in ieder geval denken andere landen al over andere manieren van het meten van welzijn en welvaart in onze samenleving. Maar goed, als we dat gaan verlaten, dan zal de politiek op een hele andere manier moeten worden vormgegeven en ook op een hele andere manier moeten gaan nadenken. Want de politiek, dat gaat over koopkrachtplaatjes. In de debatten over algemene politieke beschouwing, waarbij je ook vergezichten verwacht van politieke partijen, zie je dat het vooral gaat over, ik wil heel graag weten wat het koopkrachtplaatje is van de alleenstaande, wat een gezin van een gezin met 6 kinderen of meer zal zijn. En ze hangen ook aan de lippen bij de laatste prognoses van het Centraal Planbureau over hoe de economische groei zich zal voltrekken tot 2 of 3 cijfers achter de komma. Dat zijn allemaal schijnzekerheden waar we van af moeten. En zolang we zorgen en verlangens maar blijven uitdrukken in geld, blijven we vastzitten in die eenzijdige economische logica. Een doodlopende weg. En dat is ontzettend lastig om daaruit te komen. Zeker als je te maken hebt met een kabinet dat aan de ene kant spreekt over circulaire economie en tegelijkertijd zegt, we moeten vooral heel veel meer gaan kopen. Zoals Meerte ook al net zei en de andere sprekers, vooral weer dat aanjagen van het consumentisme. Dat is iets wat ons dan weer de gouden bergen zullen gaan geven. Dat zegt het kabinet en dat zijn we van Rutte gewend. Maar we zijn dat natuurlijk veel minder gewend van de andere coalitiepartner, die juist, zeker bij monden van Diederik Samson, toch altijd heeft gezegd dat het veel meer zou moeten gaan om kwaliteit in plaats van om kwantiteit. Maar ook zie je dat de politiek heel sterk zit op verder intensiveren, schaalvergroting, dus meer grotere schepen om vissen te vangen, meer megastallen, meer een grotere ziekenhuis in plaats van kleinschaligheid. Dus het moet allemaal meer en groter ten koste juist van maatwerk en ten koste van de draagkracht van de aarde. Business as usual, maar dan in een groen cadeaupapiertje, groene groei. Biobrandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen en een intensieve veehouderij, luchtwassertje op een megastal om het nog een beetje te vergroenen in plaats van dat we zoeken naar alternatieven voor vlees en productievermindering. We zitten gevangen in een onlogisch systeem. Dat wat wij met z'n allen in overvloed hebben, arbeid, dat maken we ongelooflijk duur. We hebben in feite een soort van accijns op arbeid gecreëerd. En dat wat we, waar we heel veel tekort aan hebben, grondstoffen, die bovendien ook nog eens vaak milieuonvriendelijk worden aangewend en veelal ook dieronvriendelijk zijn, die zijn spotgoedkoop gemaakt. Dus het is een omgekeerde wereld waar we in zitten, een totale onlogische wereld. En dat in een tijd waar heel veel mensen werkloos zijn en terwijl de zorgvraag toeneemt, we elkaar eigenlijk weer nodig hebben om ons wel te voelen. Zoveel mensen die ouder worden en ook wat meer diensten juist nodig hebben om een kwaliteit van leven op peil te houden, zie je tegelijkertijd dat mensen in de zorg hun baan verliezen. Dat is het systeem waar we in zitten, omdat wij zo gefocust zijn op de markt moet het werk doen en we moeten vooral zorgen dat het bruto nationaal product maar blijft stijgen en daarmee een fictieve welvaartsindicator en een welzijnsindicator is geworden. Ik was vorig jaar bij november bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar de mensen van Eckhard Winssen, nu samengekomen in het project Extex, hun project presenteerden van in samenwerking met 4 grote consultancybureaus over hoe en kan het nou werkelijk zo zijn dat wij een
een transitie meemaken van geen loonbelasting meer, maar naar grondstoffenbelasting. Is dat iets wat ook mogelijk is of zal het systeem volledig vastlopen? En het was geweldig om te zien dat zij hebben laten kunnen bewijzen dat wij, als wij die loonbelasting van 33,7 miljard euro, als we dat gaan verschuiven naar grondstoffenbelasting, en dan gaat het met name over CO2-belasting, dat we dat budgetneutraal kunnen doen, dat het tenminste 650.000 banen oplevert, en dat we alle klimaatdoelstellingen, in ieder geval die dan nu gesteld zijn, in één klap zouden kunnen realiseren. En wat ik daarbij wilde toevoegen, ook in de discussie daarover, ze hebben dan nog niet eens meegenomen het feit dat voedsel, en met name dierlijke producten, zo vreselijk onduurzaam zijn dat als je juist ook een vleestak zou toepassen, we nog veel meer positieve effecten zouden kunnen hebben op het klimaat, op het gedrag van mensen en op de innovatie naar alternatieven. Dat is nog niet eens meegenomen. Dat zijn hoopgevende berichten, maar ik moet u wel helaas vertellen dat ik de enige politicus was naast meneer Balkenende. Maar goed, hij is minister-president af. En dat zie je wel vaker helaas, dat als politici niet meer in het centrum van de dat ze dan de duurzaamheid op gaan pakken. Denk aan de heer Lubbers, denk aan de heer Balkenende, Winsemius. En zij gelukkig maar voor vechters van meer duurzaamheid. Maar het zou zo mooi zijn als het op het moment dat je de macht hebt, dat je dat dan ook gewoon doet. En dat je ook dergelijke durft te nemen die misschien wel transitiepijn veroorzaken, maar die in ieder geval wel echt wat te doen voor de samenleving. Waar wij vanaf moeten, en daarom heet onze partij ook Partij voor de Dieren, wat nog heel onwendig is voor veel mensen, is van het menscentrale denken, het antropocentrische denken, en zijn belangen en vooral zijn geld voorop staan. Daar moeten wij van af. Wij moeten af van dat korte termijn denken. En dat is wel iets wat in de politiek, en dat is ook een verklaring waarom er maar niets gebeurt. Wij zitten in een systeem van vooral de achterban bedienen. Elke 2 jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Dus de korte termijn visie, daar is waar het om gaat. Een ongemakkelijke waarheid, een ongemakkelijke boodschap. Namelijk dat de bomen niet meer tot aan de hemel kunnen groeien. Dat groei op een eindige planeet niet mogelijk is. Ja, daar win je natuurlijk niet zo snel kiezers mee. Dus wat wil je? Je wil zo snel mogelijk weer zeggen, jongens, we kunnen die banen creëren. We kunnen weer gewoon met z'n allen die tweede auto kopen. 3 keer op vakantie. We moeten gewoon weer eventjes wat meer geld gaan verdienen. En dan kunnen we ook wat doen aan het milieu. Dat is een beetje de boodschap die wordt gebracht. Omdat dat een comfortabele positie is. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die daar niet intrappen. En ook snappen dat Einstein zo gelijk had toen hij zei, je kunt niet verwachten van mensen die de problemen hebben veroorzaakt, dat ze ook degene zijn die met de slimste oplossingen komen. Daarom is het ook, en daar ben ik het wel heel erg eens met de vorige sprekers, ik verwacht ook heel sterk dat die bottom-up kracht vanuit de samenleving zelf samen energie opwekken, anders gaan consumeren, dat zeker ook zal meewerken in die transitie die noodzakelijk is in onze maatschappij. Maar wat ook belangrijk is, is dat je... Ja, ik ben bijna klaar. Ik heb een aan een dominee gevraagd om in 5 minuten een utopie te schetsen. Ik heb ook een ongenadig risico genomen. Rondaf maar. Dit is in ieder geval wat wij moeten gaan doen. Buiten de bestaande kaders durven te denken. De ongemakkelijke waarheid durven te laten weten. En ik weet zeker dat juist als je vasthoudt aan je idealen, je veel meer kunt bereiken dan al met een compromis proberen de wereld een beetje beter te maken. Dank u wel. Dank je wel. Dan is de laatste spreker, en dadelijk mogen jullie allemaal met vragen komen, Ruben van Zwieten. Ik vond het belangrijk dat hij hier kwam. Niet alleen wordt Ruben getipt als een van de 5 meest invloedrijke Nederlanders van de toekomst. Het is natuurlijk maar een opinie om meneer Van Egmond nog een keer te citeren. Hij kwam op het ludieke idee, maar volgens mij meer dan dat een broodnodig idee om op de Zuidas, in Nederland misschien wel het symbool van de Wolf of Wall Street waar we eerder kennis mee maakten, een zingevingshuiskamer te starten. Waar hij, bovendien ook columnist van het Financieel Dagblad,
mensen uit de financiële sector uitdaagt om bezinningsgesprekken en bijeenkomsten te bezoeken. En daar slaagt die wonder wel in. Ruben gaat ons inleiden. Ruben, 5 tot 8 minuten. Dominee. Ik weet het. We hebben de eeuwigheid. Op het thema moraliteit in de financiële sector. Ruben van Zwieten. Dankjewel. Ja, beste mensen, als dominee wil ik graag met een Onze Vader beginnen. Dat is misschien wat raar, maar het is niet de taal van Canaan, van het beloofde land, maar het is de taal wat zomaar wel eens in Nederland gebezigd kan worden. Onze Vader, die op de beurzen zijt, uw aandeelhouder worden geheiligd, uw welvaart komen, uw koers geschieden. Gelijk in de index als op de aarde, geef ons heden ons dagelijks geld en geef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. Leid ons in oneindige groei en verlos ons van de recessie, want van u is de markt, de rente en de productiviteit. Eeuwigheid, amen. Beste mensen, ik denk eerlijk gezegd dat iedereen die in die financiële sector werkt of in de zorg of waar nu ook maar de geld en de groei en de hebzucht is toegeslagen, prima weet dat dit niet de taal is waar het werkelijk over gaat. Mijn ervaring als predikant was dat ik een strategieconsultant trouwde. En een strategieconsultant is iemand die mensen dingen en de waarheid voorhoudt in PowerPoints, in spreadsheets, in Excels, de wereld in getallen eigenlijk. Namen zijn buiten werking gesteld, zoals Rozenstok Huzi zou zeggen. Het is de taalnood. Het is enkel en één het leven in nummers. Het is het gezin met het anderhalf kind. En ik trouw een echtpaar en ik trouw dat strategieconsultant helemaal behept in het lineaire denken. Zijn leven kan hij ook alleen maar chronologisch uitleggen. Dus toen en toen ging ik naar school en toen kreeg ik verkering en toen gingen we samenwonen. En ik ging de avond, bewuste avond, op zoek naar de taal van de verbeelding. Ik ging naar de Canaans. Ik wist dat hij deze taal en ik wist dat hij de taal van het advies, de economisering en de juridisering, dat hij die allemaal behepte. Maar ik wilde op zoek gaan, niet in het lineaire, maar in het circulaire, in het concentrische, naar de hart, naar de kern van het leven. En wat vond ik daar in het begin? Ik vroeg aan de beste jongen, jij gaat nu trouwen met Sabine, je had het ook niet kunnen doen. Zou je enorm sparen, mij een jurk, haar een jurk. Waarom zou je het eigenlijk doen? Waarom trouw je met haar? Zoek je input voor je huwelijkspreek? Nee vriend, ik lever geen output op jouw huwelijksdag. Maar zeg mij in taal wat je met je rechter hersenhelft. Dat is misschien eens onbekend, intuïtief, associatief, simultaan, kan verwoorden. Waarom wil je met Sabine trouwen? En Willem de consultant zei, het is een logische volgende stap. Tot zover de romantiek en ik dacht, hier is een ziekte. Het is die spraaknood, het is het gebrek aan taal. Dus wil je een mentale transformatie helemaal ervaren en voelen, dan zul je misschien veel meer thuis moeten raken in de dingen die de nieuwe liefde doet. En daarom ben ik de nieuwe poort op de Zuidas begonnen. En denk ik dus ook, en ik zit nu in een commissie van de minister van Financiën om toezicht te houden op de code banken die ze met elkaar. Dus ik moet ook zorgen dat ik niet te veel nu met mijn been in die wereld zelf kom. Maar laten we zeggen, als je bedrijfskunde hebt gestudeerd en je hebt bedrijven leren waarderen en kapitalisatiefactoren en dat allemaal uitgerekend, dan eerst een jaar lang bij Meerte gesprekken gaat voeren, gedichten uit je hoofd leert en dat je dus helemaal in de kunsten komt als spiritueel wezen op een menselijke reis. En daarom tot slot één gedicht die ik Willem uit zijn hoofd leerde. Het is de lineaire titel 5-jarenplan, maar het is heel misleidend. Hij is van Herman de Koning, mijn favoriete dichter. 5-jarenplan. Ik hou van jou, hou jij van wat niet kan. Hou jij van je capaciteiten, ik van je gebreken. Jij van je trots en ik van hoe die zacht kan breken in mijn armen. Jij van je ik van je zwakte nu en dan. Hou jij van de toekomst, ik van wat voorbij is gegaan. Hou jij van de 100 levens die je wilde leven, ik hou van dat ene dat is overgebleven. En van hoe je daarom zo ver weg kunt zijn, dicht tegen me aan. Ik hou van wat is, jij van wat zou. Hou jij van mij, ik hou van jou. Ik moet oppassen dat ik schaapachtig alleen maar zit te lachen. Ik laat de persoonlijke noot voor het einde van deze serie.
Marianne begon over alternatieve indicatoren, alternatieven voor het bruto nationaal product, waarmee we misschien het welzijn van onze samenleving gaan meten. En toen zat de heer Thomas Rauw al meteen, daar wil ik graag op reageren. Dus Thomas, laten we daar beginnen. Wat wilde je daar in kwijt? Of ben je dat alweer vergeten? Nee, dat ben ik niet. Nee, maar even een klein ommetje. Kijk, als we ons zouden vragen, en stel uw partner is er vanavond niet, en u zou moeten zeggen, nou wat is het meest waardevolle wat ik heb? Dan zou ik zeggen, mijn kinderen. En wat is het meest waardevolle wat ik mijn kinderen aan kan doen? Dat ik ze naar school mag brengen. En dan kom ik daar iedere ochtend naar de school. Naar een gebouw wat bijna uit elkaar valt. Waar helemaal geen budget meer voor is. Totaal overwerkte meesters en juffen. De stoelen vallen uit elkaar. Het stinkt. Veel te hoge CO2-waarde. Niemand weet waar het over gaat. En iedereen is totaal onderbetaald. En dan denk je van, hoe kan het nou dat het meest waardevolle voor mij niet het meest waardevolle voor de samenleving is? En dan kom ik op het punt, je hebt daar net aan gerefereerd. Nou, je hebt Bhutan, het land van het bruto nationale geluk. En ik ben in de gelukkige omstandigheid om adviseur van de koning in Bhutan te mogen zijn. En hij gaat dus iedere ochtend, voordat hij naar zijn paleis gaat, dan gaat hij van appartementje, gaat hij dan naar een paleis. Gaat hij iedere ochtend in de hoofdstad Thimphu, gaat hij in een school, in een klas, iedere kind de hand geven en zegt hij, fijn dat jij daar bent. En dan kunt u nadenken, wie is nou een van de best betaalde beroepen in Bhutan? De leraar, omdat het het meest waardevol is. Dus je ziet hoe makkelijk het werk kunnen veranderen als we de spulregels gaan veranderen. Dat is wat ik wil zeggen. Ja. Ik heb in voorbereiding van deze avond echt zo goed als ik dat kon mijn huiswerk geprobeerd te maken. En zo stuitte ik op nog een TED-talk waar ik heel even een kort fragment van wil bekijken met jullie. Er staan, zeg ik even dit tegen de techniek, 2 fragmenten klaar. Maar heb ik net besloten alleen het eerste even laten zien, omdat we niet heel veel tijd meer hebben. Dus dan praat ik liever nog even met jullie door en laat ik 1 fragment zien. Ik leid het even in. Want terwijl ik research deed voor deze hele serie, vroeg ik mij af, als geld, dat hadden wij uit alle geluksonderzoek al snel geconcludeerd, na een bepaalde grens niet meer effectief gelukkig gemaakt en we dat wel op grote schaal nastreven. Zijn er eigenschappen van geld of veel geld hebben waar ik misschien aan voorbij ga? Dus ben ik gaan kijken op wat ik allemaal kon vinden aan wetenschap als het ging om de relatie tussen wie ik ben en hoeveel geld ik bezit. En toen kwam ik uit bij Paul Piff, een wetenschapper die samen met collega's jarenlang heeft onderzocht wat de incentives, geld en succes, doen met waarden als empathie, vermogens als empathie, inlevingsvermogen, onze behoefte om dingen met elkaar te delen. En uit zijn TED-talk gaan we een kort fragment bekijken en daarna ga ik uitleggen waarom ik daar ook met Ruben nog even op wil reflecteren en met Marianne. Maar we gaan eerst kijken en jullie kunnen dat daar zien. At the end of the fifth, we asked the players to talk about their experience during the game. Een gemanipuleerd monopoliespel. And when the rich players talked about why they'd inevitably won in this rigged game of Monopoly. They talked about what they'd done to buy those different properties and earn their success in the game. And they became far less attuned to all those different features of the situation, including that coin that had randomly gotten them into that privileged position in the first place. And that's a really, really incredible insight into how the mind makes sense of advantage. Now, this game can be used as a metaphor for understanding society and its hierarchical structure, wherein some people have a lot of wealth and a lot of status, and a lot of people don't. They have a lot less wealth, and a lot less status, and a lot less access to valued resources. And what my colleagues and I for years have been doing is studying the effects of these kinds of hierarchies. What we've been finding across thousands of studies and thousands of participants across this country is that as a person's levels of wealth increase, their feelings of compassion and empathy go down. And their feelings of entitlement, of deservingness, and their ideology of self-interest increases.
In surveys, we found that it's actually wealthier individuals who are more likely to moralize greed being good, and that the pursuit of self-interest is favorable and moral. Ja, deze man heeft dus allerlei sociale experimenten jaren op rij gedaan. En wat hij hier vertelt is, deze mag uit, hij heeft een gemanipuleerd monopoliespel op tafel gelegd. En ze filmen, zonder dat de spelers dat weten, wat er gebeurt met de evidente winnaar. Want alles is gemanipuleerd om hem de megakapitalist, de Wolf of Wall Street, te laten worden. En iemand is gedoemd de verliezer te zijn. En die winnaar gaandeweg begint, we kennen dit soort voorbeelden al, hij eet als enige nog uit de pretzelschaal. He, er staan hapjes, hij neemt het allemaal. Gaandeweg wordt hij steeds agressiever op het monopoliebord. Dus de armoedzaaier horen we bijna niet. De winnaar speelt met steeds meer adrenaline. En terwijl ieder normaal mens zou doorhebben dat het gemanipuleerd is, gaat de winnaar na afloop verklaren welk supertalent van hem heeft veroorzaakt dat hij het spel Monopoly won. Daarna zijn er andere experimenten gedaan. Mensen kregen verschillende bedragen. Hoe hoger het bedrag, hoe minder de ontvanger, want ze werden uitgedaagd een deel van dat bedrag met anderen te delen. Hoe hoger het bedrag, hoe minder geneigd de ontvanger was met de ander te delen. Hoe lager het bedrag, hoe ruimhartiger mensen weggaven. Toen ging ik nadenken over Piketty en zijn theorie van de 1, in andere landen 10, in sommige landen 20%, waar het vermogen in sommige landen al het inkomen zit en daarmee ook veel invloed. Sorry dat dit een lange introductie is. En ik dacht aan dit sociologische experiment waar jaren in is geïnvesteerd, wat aantoont dat zonder permanente incentive, zonder een Ruben van Zwieten op de Zuid als die continu herinnert aan moraliteit als basisprincipe, empathie en compassie op de achtergrond verdwijnen. En toen dacht ik, is hier misschien de analyse van het perpetuum mobile, omdat de mensen die beslissen op misschien een onbewust niveau hun compassie en empathie op achtergrond zien verdwijnen, hoe voller de zakken geraken en hoe groter de successen die ze boeken. Ruben, jij spreekt ze heel vaak. Kun je reflecteren hierop? Ik weet dat heel veel is. Ja, weet ik, maar ook gewoon even in lijn, want ik had mijn verhaal natuurlijk op zich iets ingekort, is dat het probleem is vooral, en dat is nu niet alleen maar bankiers. Hè. Het is, op de Zuidas is het de vastgoedfraude, het zijn de ziekenhuizen, de accountants zijn er sinds afgelopen jaar keihard bijgenomen. Het is werkelijk een gebrek aan gewoon oefening. Het is te veel bedrijfskunde. Deze plekken ontbreken. Wie is hier van de financiële sector bijvoorbeeld? Nee, dat is waar de mensen vanavond, die zouden dit gesprek nu moeten voeren. Snap je dus? Het is wat Marta Nussbaum zegt. Het is die taal van die verbeelding. Ik weet toevallig dat we een oude JP Morgan bank hier in huis hebben. Oké. Heel goed. Nou, heel mooi. Eén bankier is geen. Nee, dus dat wat Marta Nussbaum dus zegt, die zag het ook in dat filmpje, dus die empathie, dat is niet iets wat je kan oefenen. Moraliteit is niet iets wat je zomaar van buiten naar binnen kan halen. Dat moet met een spirit, met inspiratie, moet dat gewekt worden. En dat moet je onderhouden. Dat is een eeuwigdurend onderhoudsgarage. En dat ontbreekt gewoon. En hoeveel van die mensen op de Zuidas komen vrijwillig jouw kant op, omdat ze zoeken naar bezinning en misschien wel zelf tot de conclusie komen dat zonder moraliteit dat gouden horloge symboliseert? Nou, best wel veel. En wat Marianne aanhaalde met die fiscal reforms, hè, dat zijn die grote kantoren die daaronder genoemd werden, die zitten dus allemaal op die Zuidas. En het punt is dus, dat zijn dus een handjevol mensen die dit dan ook echt op gaan zetten. En ze gaan het nu beginnen, maar weet je wat ik nou van harte hoop, is dat ze dit volhouden. Ja. En dat ze dit niet alleen maar met hun verstand gaan proberen, al die hardnekkige hoofden, he, dus de harde heidense hoofden, zeg maar, gaan proberen mee te krijgen in dit verhaal van menselijkheid. En dat ze dus profetisch genoeg blijven en dus ook hun eigen inspiratie, ook als het één keer niet lukt, dat ze dit project ook tegen de klippen op proberen en blijven voor te zetten. En dat ze dus daarvoor grond vinden om dat te laten groeien. Want dit zijn de goede dingen en dit komt van binnenuit. Ik wil wel herinneren, mensen die accountant of bankier zijn, en dat zeg ik ook altijd tegen midden, het is gewoon ook een mens met een naam en een verhaal, geboren uit ouders, die willen dit natuurlijk ook. Maar wat is de gemiddelde ik zal wedden dat de gemiddelde leeftijd van die mensen waar jij het over had, ja, boven de 47. Nee. Hoe oud zijn ze?
Nou, het gaat echt letterlijk van de student aan de VU en de Duisburg School of Finance, die zijn colleges businessethiek bij ons heeft, tot de absolute gepensioneerde over de 104 uit Buitenvelde. Dus het gaat om alle generaties. Absoluut. Heel goed. Er is een vraag uit de zaal. Zullen we die gewoon maar even, de meneer even aan het woord laten? Sowieso, als er vragen zijn, nog meld u. Mijn naam is Iman Heijstek en bekropen mij twee dingen. Eén, economie is een geloof. Je hoeft het niet te bewijzen. Je doet het gewoon, als je erin gelooft. En twee, dat naarmate je meer hebt, je minder risico wil lopen om het te verliezen. Je hoeft ook niet meer. Als je arm bent, dan wil je nog wel compassie hebben. Want je moet andere mensen begrijpen om hoger op te komen. Als je helemaal hoog zit, heb je dat niet meer nodig. Want je bent hebt alleen nog maar belang bij het behouden van wat je al hebt. Oh, daar is nog een... Wacht, dat was meer een opmerking dan een vraag. Daar is een vraag. Oké, ik wil even reageren op Ruben. Ik ben David de Goede en ik kom uit een streng geïnformeerd milieu. Kan gebeuren. Geïnformeerd vrijgemaakt onderhoudende artikel 31. En dat breng jij helemaal terug met jouw taalgebruik. En eigenlijk de kern van wat je zegt is een oude bijbeltekst. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Hij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeert. Mijn zoet, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. En dat zeg jij nu in eigen tijdse taal. Dit soort teksten dragen mensen niet meer mee in hun bagage. Dus ik zeg heel vaak tegen bankiers, word een Jona en de walvis. Huh, hoezo? Ik zeg, nou ja, als Jona en de walvis zit, dan herinnert hij zich dus allemaal dit soort teksten die hij vroeger bij de docent moest opdragen voor een stickertje op zijn liniaal. Want je weet maar nooit waar je die gedichten en al die ideeën ooit nog kan inzetten. Marianne, Thomas Rauw zei, en ik vond dat ontzettend mooi, we zijn gast, niet gastheer op deze wereld. Zeker. Je loopt al een tijdje mee in Den Haag. Ben je geneigd te denken dat de gemiddelde politicus zich gast of gastheer voelt? De gemiddelde politicus voelt zich vooral manager. En denkt dat ze de markt moet managen en moet faciliteren. In plaats van dat een politicus iemand is die wijst op mogelijke morele blinde vlekken die er zijn in de samenleving. Of die in ieder geval het algemeen belang behartigt. Zijn politici vooral verwoorden tot managers, denk ik. En vooral het korte termijn belang staat erbij voorop. Niet alleen van zichzelf natuurlijk ook, maar van korte termijn winsten die te boeken zijn. Om op die manier ook het voortbestaan, ofwel van eigen politieke partij, dan wel van de business as usual, de status quo te garanderen. Ja, want dat is wel bijzonder, hè? Dat ik zei het al in jouw inleiding, dat jullie echt steeds genoemd worden als een van de weinige partijen, zo niet de enige in Den Haag, die nadenkt over het vraagstuk wat hier vanavond op tafel ligt. Hoe verklaar je dat? Want is dat... Jij noemt al het korte termijn belang. Thomas Piketty in die tegenlichtuitzending zegt ook, politici zijn natuurlijk erg geïnteresseerd in de vox populi, omdat dat hun bestaansrecht definieert. Tegelijkertijd, ik heb zelf in de politiek heel kort gezeten. Ook heel verstandige mensen, die toch ook begrijpen wat hun ter oren komt en onder ogen. Zeker. Hoe heb jij, behalve die vox populi en korte termijn, nog een ander idee, een notie van de stilstand die toch evident waarneembaar is in de politiek als het om het echt fundamentele vraagstuk gaat? Omdat de traditionele politieke partijen vooral voor deelbelangen opkomen. Dus deelbelangen van een bepaald soort achterban. Je hebt een partij voor de rijken, een partij voor de armen, een partij voor de christenen. Het zijn allemaal deelbelangen waar met één gemeenschappelijkheid, namelijk dat de mens centraal staat van alles. En dat daar alles aan ten dienste staat. Dus de gehele planeet staat ten dienste voor de mens. En dat gaat ten koste van de planeet, maar het zorgt er ook voor het aanzwengelen van hebzucht en vooral vooral kijken naar je eigen belangen en niet voorbij die belangen durven te denken. Dus ik denk dat daar een paradigmaverandering moet komen. Maar wat ik daar wel interessant aan vind, is Nederland is bij uitstek historisch bezien een heel erg... We waren een traditioneel verzeilde samenleving. Wij kenden niet, we hadden zelfs kranten die bij zuilen hoorden en politieke partijen. En dan kom ik even bij de heer Klaas van Egmond. Blijkbaar lukte het in andere tijden, waar we toch ook gesegregeerde belangen kenden in de politiek, wel om tot een min of meer gedeeld waardepatroon te komen, waar we nu als alcoholisten van links naar rechts met elkaar lopen. Dus ik weet dat ik heel veel vraag, want het is misschien wel de moeilijkste vraag
tafel kan gooien. Maar ik zoek naar een verklaring. Want allemaal verstandige mensen, 150 in getal, in kabinet, waarvan de ene bewindspersoon naar de ander geprezen wordt. En toch lijkt dat waardepatroon zich niet af te tekenen. Terwijl iedereen het erover eens lijkt, die we hier hebben gesproken, ja, dat de oplossing van Nimport welke crisis bij de definitie en totstandkoming van dat patroon moet beginnen. Maar dat is het gebrek aan, of het afbreken van het bindweefsel in de samenleving. We hebben natuurlijk de afgelopen decennia vooral gewerkt aan het ontmantelen van allerlei instituten die juist zorgen voor ontmoetingen met elkaar. Het zorgen voor begrip voor elkaar, het dichtbij hebben van diensten voor de mensen. En dat maakt dat er een doorgeslagen individualisme heeft plaatsgevonden, denk ik. En dat maakt dat je veel meer denkt aan je eigen belangen, zo van het is nu even mijn tijd. Thomas, hoe reflecteer jij hierop, op dit dilemma? Nou ja, ik heb er al maar twee deelantwoorden op. Kijk, één is, ik denk, we worden vanzelf ouder, maar niet rijper. Kijk, voor het ouder worden, daar hoeven we niks te doen. Rijper worden wel. En jij zei net van, ja, empathie is, dat kun je niet leren. Nou, daar ben ik niet met je eens. Nee, ik denk, we moeten ons oefenen in ons mens zijn. Ja. En hoe dat is dat? Met welke instrumenten? Ja. Met welke instrumenten doe je dat? Ja. Dus dat is één. En het andere is, ik denk dat wij, misschien even een heel goed woord, maar historisch staan we op een punt waar we nog nooit hebben gestaan. Ik denk, we staan aan de vooravond van een zijnsrevolutie. We zijn voor het eerst, moeten we met z'n allen de beslissing nemen, niet meer te willen doen wat we zouden kunnen doen. We kunnen eigenlijk de hele aarde om zeep helpen. Nou, we zijn daar al mee bezig. Het is nog nooit eerder gebeurd. Dus de vraagstelling die daar ligt, die is ook zo groot, met alle respect. Ik denk dat het geen politiek vraagstuk is. Ik denk dat politici totaal overvraagd zijn om die grote vraag te beantwoorden. Die vraag, die moeten wij met elkaar beantwoorden. Wij moeten beslissen welke kant gaan we op. Daar gaan we dan visie op maken. En dan komt het meerderheidskabinet van Klaas, waar ik fundamenteel mee eens ben. En dan zeggen we, nou, 7 jaar lang de tent dicht en nu gaan we het gewoon doen. We moeten ons volstrekt anders gaan organiseren. Om economie is de organiseerde balans tussen de aarde en de mensen. En zo simpel is het en daarom moeten we werken, denk ik. Maar je verwacht natuurlijk als een samenleving in verwarring is en niet meer weet wat het moet geloven, als het gaat om wetenschap, als het gaat om de klimaatcrisis, ja, dan is natuurlijk de politiek zoals je die nu ziet in de Kamer, is daar een afspiegeling van. Dus als je die partijen in verwarring met elkaar probeert om samen een coalitie te gaan vormen, dan denk ik dat niet veel gaat opleveren. Ik denk wel dat je het maatschappelijke debat ook in de Kamer moet gaan brengen. In plaats van dat politiek alleen maar gaat over wetgeving, moet de politiek ook gaan over juist over die visie. En dat doe je door de verschillende kleuren en ideeën die er zijn in de samenleving, in alle volle glorie in die politiek ook ruimte te geven. Ja, maar electoraal is het misschien een afspiegeling, maar het is helemaal geen afspiegeling. Zit een ondernemer in Den Haag? Geen één. Zit een dominee in Den Haag? Geen één. Zit er manager in Den Haag? Nou ja, ze gaan het proberen te spelen in die podcast. Wel, ja. Nou ja, precies. Nou ja. Maar het is eigenlijk een toneelgroep. Maar geen. Van het woord manege. Omdat het management komt van het woord manege. Ja, maar voor mij is gewoon de toneelgroep Den Haag. Maar kijk, vroeger was het maar, zo. Mag ik maar wel? Vroeger, nee, maar vroeger mag was wel? Het zo. Wacht even. Sorry. Vroeger was het zo. De politici, die gingen eigenlijk een plan maken. Nou, volgens mij moeten we ons als maatschappij, we moeten zeker die kant op. En dan gingen ze wetgevingen maken en de burger zegt, oké, als jullie dat vinden, gaan we het doen. We hebben nu een omgekeerde democratie. Niemand in Den Haag durft meer beslissing nemen. Ze komen naar het bedrijfsleven en zeggen, nou, als jullie dat nou willen voorstellen, dan kunnen we dat ook doen. Nou, dat zijn omgekeerde relaties. Ja, zeker. Daar zijn we in terecht gekomen. Zeker. Julia, er zijn mensen die zich daarmee willen bemoeien. Groot gelijk. De analyse is denk ik heel duidelijk. Het gaat gewoon absoluut niet de goede kant op. En we zitten ook gewoon echt, we moeten echt opschieten. Want 2 graden verhoging van het klimaat, dan hebben we echt een probleem. En wat ik nog mis is heel duidelijk van, wat moet er nu gebeuren? Wat zijn nou de dingen die we moeten triggeren, dat we dat kantelpunt gaan creëren? Want ik ga hier niet vanavond weg dat ik bij mezelf denk van, oké, er gaat iets gebeuren waardoor we dat kantelpunt krijgen. Maar dat is precies de machteloosheid. Want ja, dat is denk ik ook mijn machteloosheid als programmamaker geweest. Want Marianne noemt eigenlijk een heel concreet voorbeeld. Ze zegt, ik was bij die organisatie, wat je net in je PowerPoint liet zien, en die heeft bestudeerd, als we belasting op arbeid verschuiven naar belasting op grondstoffen, dan kan dat budgetneutraal met creatie van banen.
Concreet voorbeeld wat ik heb gehoord. Van BTW toegevoegde naar wat waarde onttrekt belasting. Heb ik ook al gehoord. Niet van lampen naar licht heb ik gehoord. Ik hoor juist heel veel praktische dingen die ik als Kamerlid zelf nooit had kunnen verzinnen. Maar er ontbreekt blijkbaar dat gevoel van urgentie, waardoor de drastische transformatie, waar Rauw het steeds over heeft, op gang komt. Ja. En daar is het heel moeilijk, vind ik, ook een antwoord op formuleren. Maar ik geef nu antwoord terwijl ik geen gast ben. Sorry. Nee, maar omdat het wel iets is wat ik als programmamaker moeilijk heb gevonden in deze serie. Dat ik ook wilde dat ik wist als ik naar huis ging, oh, maar die en die zijn bezig en het allemaal goed. Maar ja. Nou ja, nou kijk, die dingen die je noemt, en ook die je Marjan noemt en zo, dat zijn natuurlijk hele oude dingen. De ex-tax, dat is al 25 jaar oud. Dus het heeft eigenlijk een kwart eeuw geduurd voordat het gewoon niet op tafel ligt. Dus we moeten niet denken van, dit is nu uitgevonden. Het duurt blijkbaar heel erg lang. Ik heb daar ook over nagedacht. Mijn conclusie is, we worden niet geraakt. Twee voorbeelden, hoe is het mogelijk? En dan onthoud ik me iedere commentaar over de kwaliteit. Hoe is het mogelijk dat 2 miljoen Nederlanders binnen 24 uur achter de knoppen zitten en een koningsliedje gaan schrijven? Ja? Een koningslied schrijven. Ja, even los van geen waardering over de tekst. Maar het was hun koning. Ze waren geraakt. Als we erover na gaan moeten denken, hoe krijgen we 50 wereldleiders op zondagmiddag om 2 uur onder de Eiffeltoren? Nou, daar was niemand op gekomen dat het zo gaat. Dus het effect is blijkbaar, en daar moeten we zelf, daar kijken we maar zelf op, wij zijn blijkbaar niet in staat om die dingen zo over de bühne te brengen dat de mensen geraakt worden. En daar ligt voor mij de sleutel. Dus ik zal daarover na willen denken, hoe kunnen we die discussie voeren, zodat we geraakt worden in ons mens zijn, want dan komt iedereen in actie. Misschien door dat limbische stelsel dat geprivatiseerd is inmiddels, door dat gouden horloge. Ja, dat er ruimte op is, ik weet het niet, Ruben. Nou ja, wat Marianne zei, die binding is kwijt. En ik merk gewoon, we hebben een tekort aan verhalen. Mensen hebben verhalen nodig. Er zijn genoeg ideeën. Ook op de Zuidas, hoe ze nu met die participatiewet van Jetta Kleinsma aan de slag gaan. Maar het heeft geen inspiratiebodem. Om, zoals Thomas het zegt, ze worden niet geraakt. Het is dat stomme grapje van die logische volgende stap. Dat wil zeggen, hij heeft er geen andere woorden voor om de liefde te beschrijven. Hij heeft nooit gedacht dat hij kan vinden. Hij weet niet wat bezinning is. Hij weet niet wat debat is. Ja, sorry, ja, sorry. We gaan even nog naar jullie. Dat als dus de leiders niet met dingen komen wat mensen echt mobiliseert, dat we worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld ter terroristische aanslagen. Of extremisten, ja. Nou, ik ben ook activist geworden nadat ik 20 jaar constructief heb geprobeerd om bijdrage te leveren. Maar omdat je gewoon doodloopt op dat er niks gebeurt, word je op een gegeven moment activist. Maar een ander iemand wordt geen activist, maar wordt terrorist. En dat moeten we ons realiseren, dat gaande is in de maatschappij. Zeker. Hier is ook nog iemand die al de hele tijd... Ja, ik hoorde allemaal dingen die daar aan raken, maar ik denk dat het misschien wat verhelderend werkt. Otto Scharmer met zijn Theory U, die is nu bezig met een serie, een MOOC, zo'n massive college online, wordt gevolgd door 25.000 mensen over de hele wereld. Ik zat vorige week met 35 mensen in één ruimte. Waren bij elkaar om dat eerste college te volgen. En waar gaat dat over? Dat gaat over die U, onderin die U, daar zit je kern, zeg maar. En we hebben een proces nodig om tot die kern te komen en van daaruit weer op te bouwen op een duurzame en duurzamere manier, een duurzamere leefstijl. Maar het interessante van wat ik daar zag binnen die groep, is dat daar mensen rondlopen, die zijn daar even, maar die moeten snel weer weg, want ik moet weer dit doen of dat doen. En dat is niet de manier om die U te doorlopen. En ik denk dat de kunst is om samen dat proces door te gaan, samen ruimte te nemen en te krijgen om tot bezinning te komen, tot die kern te komen. En ook samen te ontdekken van waar wil je heen?
Wil daar iemand op reageren? Ja, die U-theory, ik begrijp het. Ik bedoel, het Europees leiderschapsplatform en dit en dat. En het gevaar is met heel veel van deze dingen, is dat het dus weer heel snel in een soort chronologisch schema wordt gestopt met een X-as en een Y-as, hoe je het zou kunnen aanpakken. En ik besnie die gedachte heel goed en ik ken hem van de maatschappij naar de organisatie, naar het individu, en van de individu naar de organisatie, naar de maatschappij. Allemaal hartstikke mooi. Maar we zoeken nog meer de inspiratie die nog verder gaat dan theorieën. Marianne wil ook nog heel even reageren. Wacht, oh, wacht. Je wil... Ja, we moeten een beetje op de tijd gaan letten, want we lopen nu al uit. Heel kort. Ja. Die kern is gewoon onze emotionele kern. En daar zit een blokkade. En zolang die blokkade in stand blijft, blijven we gedrag vertonen. Dat consumptieve gedrag is een reactie op die blokkade. Reactie van Marianne? Nou, er werd net gezegd, terecht, we moeten weer geraakt worden. En toen wij met de Partij voor de Dieren begonnen, toen zorgden wij dat er heel veel emoties loskwamen. Namelijk van mensen die het mensen die het hoop gaven, van hoe kan dat nou zo'n partij en wat zegt het eigenlijk over ons, zijn mensen minder belangrijk? Er kwamen allerlei ideeën over van hey, waar staan wij eigenlijk als mensen in onze samenleving, wat zijn nou onze belangrijke waarden? Dat was mijn bijdrage, wilde ik leveren, ook in de politiek nu nog steeds, om een aanjager te zijn in die discussie, om mensen te raken, want emoties zijn nodig, ook met betrekking tot dit soort ideeën zoals wij die hebben, om tot verandering en mensen in beweging te brengen. En ik denk dat als je inspireert en als je probeert om een steen in die vijver te gooien, dat je juist die gevoelens van mensen die uiteindelijk allemaal gaan voor mededogen en duurzaamheid, daar ben ik van overtuigd, dat zit allemaal in ons DNA, dat je dat wakker schudt. Dus ik denk dat we gewoon veel meer van dit soort discussies ook moeten hebben. En je kunt dan wel zeggen, ja, maar ik word er een beetje moedeloos van, want de politiek gaat niet verder. Het feit dat we hier met z'n allen zitten en toch geïnspireerd raken door wat wij met elkaar delen, geeft ons de bagage om de mensen in je omgeving weer verder te helpen. Want uiteindelijk zul je dicht bij huis moeten gaan beginnen en andere mensen moeten activeren. Dus ik geloof juist heel erg in het optimisme. Daar was nog iemand die iets wilde vragen. Deze meneer was... Oh, we beginnen achter u en dan kom ik nog naar u. Ja, ik ben mijn hele leven geraakt. Ik ben een tuinderszoon en het werd oorlog. Mijn vader zei, er komt honger. Hij zei, dan er maar meer arbeiders bij. Het ecologische was gewoon in het gedrag van de mensen. En maar wat deden we na de oorlog? Land omstoeien. Allemaal schadelijk. Voor hem, het is toch zo dat al het economisch handelen getoetst is te worden aan sociale en ecologische factoren. Tot en met, zelfs die bloemen daar, er is een contract met de nieuwe liefde. En ze worden gepoest. Het wordt niet beseft wat er gezegd wordt. Komt uit andere hoeken van de wereld voor een deel. En het wordt met zoveel energie en vervuiling gemaakt. Amerika is 100 miljoen mensen meer door de botsing in Ierland. Onder chemische stoffen als stikstof voorop daar werden gebruikt. Die rampen, die kunnen we allemaal overzien. En daarom beveel ik aan, morgen, overmorgen is er een biovakbeurs in Zwolle. Je kunt er ook als burger heen. Ga naar naartoe, proef ervan, indirect en in die beweging. En zelf ben ik in die vuile bloembollenteelt begonnen met syllabus gegeven. Vandaag was er weer een opening en dat groeit, want het is niet te stuiten. Een goede geboorte is niet te stuiten. Dat is mijn gedicht. Nog één iemand, ja. Ja, dat is een vraag eigenlijk direct aan Marjan Thieme. Ik vond het verhaal fantastisch over dus inderdaad economische groei is geen oplossing, maar een probleem. En ik geloof ook wel dat er inderdaad een kantelpunt is dat steeds meer mensen dat inderdaad doorhebben. Zowel aan de basis als aan de top, als je dus ziet dat dus de afgelopen jaren in Davos ook elke keer gezegd werd door de dus top van het bedrijfsleven van dit gaat helemaal verkeerd. Dus ik denk wel dat het je lukt een andere partij en andere mensen en milieubeweging om dus die mentaliteit te krijgen. Althans hier in West-Europa en Noord-Amerika. Maar waar ik met een probleem zit, is dus dat in derde wereldlanden, en ik neem aan Brazilië, India, China, is op dit ogenblik met een gigantische economische groei bezig, die dus ten bate is van dus de armen. De armoede is daar gigantisch gedaald dankzij die economische groei. Hoe moet je het... Ik heb het idee dat we een tweesporenbeleid maar moeten volgen. Dat, laat ik zeggen, alles wat je zegt wel geëist kan worden
van dus de West-Europese en de Noord-Amerikaanse bevolking en een deel ook van de Oost-Europese misschien, maar dat je dat niet kan eisen van mensen die dus net beginnen met er een keertje bovenop te komen. Ik, de terechte vraag, ook die wordt gesteld, die door u wordt gemaakt. Kijk, het probleem is dat wij op dit moment, zeker in het Westen, moeten gaan realiseren dat wij moeten naar duurzame ontwikkeling. En dat people, planet, profit in feite gewoon weer de focus is op. En dat het weer een greenwashing is van duurzaamheid. Dus wij zullen ons gedrag moeten gaan aanpassen en ons realiseren dat de wijze waarop wij onze economie hebben ingericht een doodlopende weg is. Maar wat we nu zien is dat dan in de ontwikkelingslanden in feite de fouten die wij hebben gemaakt worden op dit moment letterlijk geëxporteerd naar die landen. Dus denk bijvoorbeeld aan megastallen, maar denk ook aan de wijze waarop wij landbouwgif gebruiken. Al die manieren van produceren die juist onze aarde belasten, die worden nu ook nog eens geëxporteerd, terwijl zij in hun ontwikkeling zouden kunnen profiteren van de nieuwe innovaties die we hebben, de nieuwe inzichten die we hebben, om op die manier echt naar een duurzame ontwikkeling te gaan, die niet alleen welvaart gaat brengen, maar ook duurzaam welzijn voor iedereen. Want het is uiteindelijk natuurlijk een verdelingsvraagstuk. Daar gaat het om. Ja, ik geloof dat wij inderdaad moeten, dat wij vooral aan de anderen moeten laten weten dat wij zoveel fouten hebben gemaakt en dat zij dat vooral niet moeten gaan overnemen. Dus een beetje bescheidenheid is ook in ontwikkelingssamenwerking op zijn plaats. Nee, de laatste vraag stellen. Okay. Het gaat sowieso gebeuren hoor. Ik zou graag even iets willen meegeven aan de mensen achter de tafel. We hebben nu in de komende dagen gaat het circus in Davos weer draaien. En door Simon Sharma wordt dat gezien als een gezelschap van zelfbevlekkers. Ik ben wat politieker. En ik vind dat daar is een mutual admiration society. En wat ik zou willen, dat we jullie vanavond hebben besproken hier met elkaar, dat dat op de agenda van Davos zou staan. Dat willen jullie vast hebben. We gaan bellen. Ik ken daar wel een paar mensen. Ik ga afronden. We zijn al een kwartier uitgelopen. Ik dank Klaas van Egmond, Jan-Paul van Soest. Ik dank jullie allemaal dat jullie hier wilden zijn. Ik realiseer me dat ik ook in 4 afleveringen geen... Als het zo makkelijk was, dan was ik niet ex-Kamerlid, maar waarschijnlijk premier of een hele belangrijke commissaris in Europa. Gok ik zomaar, want dan wist ik hoe het anders moest en hoe ik dat veroorzaken kon. Het was de laatste in een serie. En ik wil 1 ding heel kort zeggen, omdat de nieuwe liefde bij monden van Frank Ploem en Huub Oosterhuis mij vlak na mijn vertrek uit het parlement, toen ik identiteit en doel tijdelijk verloren leek, een interview gaf aan de Groene Amsterdammer, naar aanleiding waarvan ik werd uitgenodigd voor koffie, omdat mijn verhaal ze had geraakt. En na heel veel Haagse avonturen hielp het om hele lieve mensen te ontmoeten. En ik wil Huub en Frank ontzettend bedanken, want ik heb politiek op een wat ontzettend dwijverig. Maar ze hebben me gewoon een kans gegeven om politiek op een alternatieve vorm te bedrijven. En ik ben er zelfs van overtuigd geraakt. Ook als ik deze mensen hoor, dat wat wij hier doen en de manieren waarop we ons kunnen verenigen minstens zo effectief zijn als de managementcultuur van komma's in wetjes die verplaatst worden op dit moment. En het heeft me eigenlijk daarmee geholpen om weer, zeg maar, bij mijn oude identiteit te komen. Dus ik wil echt heel hartelijk bedanken voor mijn herstelproces dat synchroon liep aan deze serie. Meerte, ik denk dat de wereld wel wat meer feminine capital kan gebruiken. Ja, dank je. En dank jullie ook heel erg, want sommige van jullie heb ik letterlijk beter leren kennen door deze serie. Dus heel erg bedankt. Turns out all the bales are precious and